Middernacht, maandag 6 oktober, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Nederlandse F-16's zijn voor het eerst boven Irak in actie gekomen. Er zijn twee vluchten uitgevoerd met telkens twee vliegtuigen. Er zijn nog geen wapens ingezet, zegt het ministerie van Defensie. Een Belgische F-16 heeft wel een bom afgeworpen. Twee Belgische straaljagers waren bezig aan een verkenningsvlucht toen er werd gevraagd om luchtsteun, omdat terroristen Iraakse veiligheidstroepen aanvielen. Het doelwit, een jeep en enkele strijders, werd door een GPS-geleide bom geraakt, zegt Brussel. Het is de eerste keer dat de Belgen een bombardement uitvoeren in de strijd tegen IS. Een terreurgroep in Egypte heeft een video online gezet waarin drie mannen worden onthoofd en een vierde wordt doodgeschoten. Volgens de groep Ansar Bayit al-Maqdis zijn het spionnen van Israël. De terreurgroep beschuldigt de nieuwe Egyptische regering van de vroegere generaal Sisi van samenwerking met Israël en onthoofde eerder ook al tegenstanders. De strijders van de groep zouden getraind zijn door IS. De man die gisteren in Dordrecht werd opgenomen omdat hij mogelijk ebola had, blijft voorlopig in isolatie. Hoewel uit een test vandaag bleek dat de patiënt malaria heeft en waarschijnlijk geen ebola, wil het ziekenhuis geen risico nemen. De man had hoge koorts en was onlangs in Sierra Leone geweest, waar ebola heerst. Het ziekenhuis wil een tweede test afwachten om er zeker van te zijn dat de man het virus niet heeft. De Franse Formule 1-coureur Jules Bianchi ademt weer zelf. De rijder van Marussia vloog bij de Grand Prix van Japan uit de bocht en crashte tegen een takelwagen. Daarbij liep hij ernstig hoofdletsel op. Inmiddels is hij geopereerd en ligt hij niet meer aan de kunstmatige beademing. Hoe zijn situatie precies is, is niet bekend. Het weer, het is meest bewolkt. Lokaal kan er een bui vallen. In het noordoosten ook opklaringen en kans op mist. Het wordt vannacht 8 graden. Morgen veel wolken en plaatselijk valt een enkele bui. Met aan zee een vrij krachtige zuidoostenwind. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de voor de Gouden Radio Ring genomineerde radioshow van Poonten. Mijn naam is Jan Roos. En vergeet toch niet even op ons te stemmen. Nee. Want het kan vandaag tot 2:30 vanmiddag. Dus stem nog even op Echte Janne. Echt waar? Voor de Gouden Radio Ring. Doe het snel dan. Ik ben Jan Heemskerk trouwens. Ja, dat klopt. Jan, beeld bij het geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk niets anders dan Echte Janne. Want wat hadden we anders moeten kiezen, Jan? Geen idee. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus pleur voor weet ik hoeveel miljard windmolens voor de kust. Maar levert het alleen maar een verschrikkelijk uitzicht op. Omdat het voor het milieu geen kut doet zoals de milieumaffia. Dan ben je een ontzettende Johan. Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Hebben we de zin? Ja, ik heb onwijs. Of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, nee, maar... Ik word altijd aangesproken over die Gouden Radioring. Van waarom wil je eigenlijk winnen? Zo'n incestueuze, ik heb jou, jij bij mij, wc heb jij wel eens een prijs gewonnen al? Nee, maar dat is het een beetje het is. Ik heb nog nooit een prijs gewonnen. Nee, dus ik wil gewoon een keer een prijs winnen. Dit is in geen hol wie je uitdeelt waarvoor het is. Nee. Maar dan maar voor dit. Ik hoop dat ik ook een lintje krijg dan. Van de koningin? Nee, gewoon zo'n lullig lintje wat je met paardrijwedstrijden ook krijgt, weet je. Of zo'n rosette. Ja, maar dan koop ik toch voor jou een rosette? Ah, dat vind ik lief. Dat is toch een anus eigenlijk? Ja, een vies woord. Nee, in ieder geval over lintje gesproken. Willem-Alexander. Ja, het is een deel van een veel groter project. Dus wat dat betreft ligt er al een hele infrastructuur. Onze koning is natuurlijk best een aardige gozer, laten we eerlijk zijn. Maar nu ben ik toch wel enorm in hem teleurgesteld. Dat hij voor onze poedel heeft, ja prima. Ik bedoel, hij liever dan ik, ja toch? Alhoewel ik ook een king ben, hè? Je zegt niks? Nee. Okay. Dat hij op onze kosten allemaal onzin financiert. Ach ja, hij is de koning nou eenmaal. Maar om nou voor 4 ton een tijdelijk kantoor in je huis te flikkeren voor ons geld. Ja, in je tuin. In je tuin, ja. Wat zei ik dan? In je huis. In je tuin te flikkeren, hè? Omdat jouw nieuwe kasteel voor ons geld wordt verbouwd op dit moment. Wat heel lang gaat duren. Ja, ja dan vind ik dus echt een stap te ver gaan. Dan betaalt toch gewoon even lekker zelf, Jan. €400.000 voor een tijdelijk kantoor in de tuin. Ja, weet je van wel, 7 meter bij 37 meter. Ja, wat heb je nodig voor een kantoor? Zeg, ik weet, mijn stoel stort in elkaar. Ik flikker naar beneden, joh. Maar luister nou even. Jan! Ja, ik luister. Ik zag ook naar beneden. God, wat gebeurt hier? Maar luister nou eventjes, vriend.
Je kan toch gewoon, als je de koning bent, hè. Ja. En die mensen hebben miljarden, die van Oranjes. Ja. Dan zeggen toch, nou, we hebben een kasteel, die wordt verbouwd op dit moment voor belastingpoen. Ja, of weet je wat je ook kan doen? Je kan ook tegen zo'n aannemer zeggen, jij zet gewoon die schuur bij mij in de tuin. En ik geef jou het predicaat koninklijk. Pik, wat dacht je daarvan? Ja, maar 4 ton, 400.000 euro's uitgeven aan een tijdelijk... Nou. Ja, maar dat is toch... Nee, maar, nee Jan, klopt niet. Nee, maar dat klopt toch niet? Jan, dat gaat weer lang duren dit. Dus Willy, van Oranje, ja, je bent Johan. Ja. Ja, maar terwijl jij je stoel verstelt, gaan wij even verder met Diederik Samson. De resultaten komen maar langzaam binnen. Ja. Te langzaam om nu al de beloning voor te krijgen. Ik denk dat die beloning nooit komt. En sommige mensen, Jan, die moeten tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Zo ook Diederik Samson. De beste man bakt er helemaal niks van. Iedereen redt bij hem weg. Zijn medewerkers, zijn fractieleden en vooral natuurlijk de kiezers. Ik zit weer, Jan. 26 zetels is de badmuts al kwijtgeraakt met zijn rare maniertjes. Didi, stop er toch mee. Houd ermee op, jongen. Het is mooi geweest. Het is te laat. Kap er nou! Zo. Ja. Ben je het mee eens? Ja, en Johan neem ik aan, hè? Zo. Over jou al gesproken, Tovik Dibi. Er zijn mensen die veel meer in de shit zijn dan ik. Ik kom wel weer op mijn pootjes terecht. Op zijn pootjes. Nou, ik weet wel zeker dat Tovik af en toe op mijn pootjes terecht komt. Ja, ja. Tovik is natuurlijk een hele rare druif, laten we eerlijk, dat wist iedereen al. Maar Dibi heeft het nu wel erg bond gemaakt. Meneer Koekenpeertje, die noemde mij op Twitter een homofoob. En heeft mij geblokt, Jan. Ja, dus meneer de Kastpoot, die durft het te vertellen. Je bent toch alleen maar islamofoob? Ja, ik ben ja, goed, luister. Tovik Dibi, die durft niet te vertellen dat hij van de... Ben je tegen homoseksuelen? Wel nee, joh, kan mij dat nou rot, joh. Maar hij durft dus niet te zeggen dat hij van Potenstein is. Nee. Tovik Dibi, ja? Nee. En die zegt nu dat ik een homofoob ben. Ja? Ja, joh. Dat is toch raar? Ja. Niet? Ja. Maar ben je een mak? Nee, nou ja, ik zeg gewoon ja. Ja, je zegt gewoon ja. Nou, heel D66, hè? Joh, moet je horen. Ik weet niet, hoor. Als Tovik Dibi mij voor homofoob uitmaakt, dan denk ik dat ik zou denken... Ach, die fik stik er toch in, gek. Wat? Waarin? Maar luister nou eens eventjes. Ja, goed. Ik ben geen homofoob. Nee. Wat kan mij nou... Ik vind volwassen mannen die ze druk maken wat andere volwassen mannen in de slaapkamer doen... vind ik een beetje zielige kerels. Zo is het. Dus je bent toch geen homofoob? Dus Toby bij deze... Ik zeg Toby. Maar ik zou... Nee, maar weet je wat ik raar vind? Wat ik gek vind, is dat jij voor de GroenLinks... Ja, progressieve linkse partijen hebben lekker vrijheid voor iedereen. Lekker vrijheid. De Kroes en de bosjes. En dat je dan als Marokkaan niet zegt... Hoi, ja, ik ben dus homo. Dat je dat niet durft. Maar mij homofoob noemen. Ja, goed zo. Dus nee, dat is een is niet, heel erg. Ja, nee, maar niet. Oh, goed zo. Dat is helemaal niet leuk. Nee, het doet pijn ook, hè? Ah, kan mij je persoonlijk aan. Nou, in ieder geval, die bier is natuurlijk een jouw. Gaan we vlug verder, want Rare anders is de uitzending voorbij... voor we onze hoofdgast hebben geïntroduceerd met Michiel Servaas. Sowieso ben ik voor dat Palestina als lid binnen de VN welkom geheten wordt... Hey, hoor je dat? Ja. Servaas van het toilet. Dat was Servaas. En hij is de buitenlandwoordvoerder van de PvdA. En gek geworden, hij wil namelijk Palestina erkennen. Wat? Palestina erkennen. Ja, nou goed, die erkent er dus een staat, even volgens technisch gesproken, die nooit heeft bestaan. En je legitimeert gelijk de vriendelijke beweging Hamas. Nou, het zal ook wel niet lang meer duren, denk ik, voor de meneer Servaas de islamitische staat ook erkent, Jan. Ja, natuurlijk. Dat moet toch wat doen voor zijn stemvee, hè? Oh ja, dat is waar natuurlijk. Oh, zou het dat erachter zitten? Dat denk ik wel. Denk je dat het allochtone volksdeel dat de PvdA stemt? Dat allochtenen? Daarmee, ja. Is dat nieuw? Is dat een Freudiaans van op de allochteentjes grappen? Ja, ik heb niet gezin in. Ja, klaar. In ieder geval, Michiel, wat is het? Je bent een ontzettende Johan. Lekker begin, Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Ja, nu begin ik dus met een... Maar je weet dat het gaat altijd mis. Je hebt wel geoefend. Montasser Ademe. Toch? Ja, maar... Vaak sowieso. Ja, maar jij was dus niet aan de beurt. Oh nee, ik heb het nu gezegd. En dan zeg jij vervolgens wat er verder staat. Montasser Ademe, die doet aan de KU Leuven en de U Antwerpen... onderzoek naar de islamitische radicalisering... de Belgische Syriërstrijders en het internationale jihad. En hij is vannacht onze hoofdgast. Montasser, welkom bij de Echte Janne. Hallo. Gaat het goed? Ja, zeker. Ben je wakker? Ja. Nou, je klinkt niet zo, zeg. Hey. Maar wel heel schoel. Montasser is een Belg, dus als je je afvraagt wat is er met die man aan de hand? Niet zomaar een Belg. De allereerste Belg die ooit de gast is geweest bij de Echte Janne. Echt waar? Ja. Gooi me maar in. Dat is echt een hele. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, Echte Janne luisteraars, het is niet geloven, maar bij Echte Janne is nu een scoop, want we hebben namelijk een Belg.
Ik vind het eigenlijk een beetje een mager nieuwtje. Ik was ook helemaal niet plan om er een scoop van te maken. Oh. Ik zeg het even. We gaan verschillende blokken doen, Montasser. Ja. Eerste blok doen we wat actualiteiten van hier en daar en zo. En daarna gaan we over de jihad praten, over de islam. En over dat soort dingen. Of en hoe het goed komt, zeg maar. Dat is een beetje het streven, toch? Ja, ja, eind van de uitzending willen we graag het probleem hebben opgelost. Als het ergens kan. Ja, dat, is, dat vinden wij lekker. Het is misschien een zwaar ding om bij te leggen direct, maar dan... Ja, Jan en ik werken graag naar een doel toe. Ja. Dus wij praten niet graag oeverloos, maar wij werken naar iets toe. Mm-hmm. In een stappenplan. En wij willen graag eventjes dat probleem helemaal oplossen. Ja. Okay. Mooi. Hey, je bent Belg. Ja. Voel je ook Belg? Toch wel, ja. Ja, dat vind ik geen antwoord. Dat is D66. Ben je Belg of niet? Ja, zeker. Of een beetje? Een Belg. Oké. België is nu IS aan het bombarderen. Ben je trots op ze? Ik denk het niet, nee. Waarom denk je dat niet? Ik ben sowieso tegen bommen droppen op mensen. Sowieso tegen bommen op mensen? Ja. Ja, maar ook als die mensen andere mensen weer doodmaken... dat je denkt, gooi het bom erop, is het afgelopen? Maar ik ben tegen geweld. Tegen geweld? Ja. Maar wat vind je nou van dat België bombardeert? Ja, ik weet niet. Ja, het is misschien stigmatiserend, hè? Want zo ben ik helemaal... Ben ik stigmatiserend, Jan? Soms. Nee, nooit, zou je zeggen. Oh, sorry, nooit. Maar om nou een Belg te laten bombarderen, ik zou dat niet doen. Waarom? Nou, omdat Belgen over het algemeen nog redelijk dom zijn. Ja. Nee, maar snap je? En dan, gaan we dit nu al doen? Wat? Dit is Belgen-moppen-dings. Oké. Okay. Maar Nederland heeft dus ook gevlogen met F-16. Ja, wij durven nog geen En wij hebben weer geen bommen gegooid. Nee, dat zegt dat over ons. Dat is toch erg? Dus je bent eigenlijk voor de Nederlandse approach, namelijk gewoon een beetje verlul rondjes vliegen. Nee, ik ben gewoon tegen geweld. Ja, maar wij hebben ook geen geweld. We hebben alleen de kerosine verbrand. Ja, Jan, we gaan er zo verder nog uitgebreid over hebben. Oh. Je bent in Jordanië geboren van Palestijnse afkomst. Dus ja, het zal je wel verheugen dan dat Zweden Palestina heeft erkend. Zeker, ja. Ja? Ja. En het feit dat we, zoals net al een beetje gememoreerd, ja, nog niet echt een soort volkrechtelijke status is. Het werd tijd dat het eens een keer erkend werd. Zo sta je erin. Maar wat erkennen ze dan? Want Palestina heeft nooit bestaan. Denk je het wel? Nee, ik denk het niet. Het heeft nooit bestaan. Als u de Bijbel gaat lezen, dan leest u Palestina. Ja, maar als je kaarten van vroeger terugkijkt, dan staat nergens, dit is Palestina. Je ziet wel Israël bijvoorbeeld staan op een plekje, maar ook niet zoals het er nu uitziet. Het was altijd een onderdeel van een groter gebied of een groter rijk. Ja, dat is wel zo. Maar omdat ze dan zeggen, weet je, dan hoor je vaak in Nederland zijn dan demonstraties en zeggen ze, Palestijnen, jee! Palestijnen, die bestaan eigenlijk ook niet. Ja, ik wil niet zeggen dat u niet bestaat, hè, want dat is gek dat we dan niemand... tegenover ons hebben met wie we praten, want u bestaat wel. Ja, want anders kon ik niet met je praten. Maar de Palestijn is eigenlijk een samenraapsel van verschillende volken, toch? Bij de Bedouïden, Jordaniërs, alles is erbij elkaar. Hebben ze op een gegeven moment gezegd, nou, maar dat noemen we dan Palestijnen. Nee, ik denk eigenlijk niet dat het zo simpel is. Nou, lekker dan. Nou, maar leg bij ons iets uit, want daar zit u voor. Hoe is het wel? Jan kan het ook eens mis hebben. Nou, dat lijkt me vrij stuk. Laten we er gewoon nou eens voor de discussie zeker van uitgaan dat je het ook mis kunt hebben. Oké. Heb ik het mis? Ja. Maar het Palestijnse volk bestaat wel. Zeker. Maar is het dan geen samenraapsel van allemaal verschillende volken bij elkaar? En hebben ze dan nee? We zijn allemaal zo eigenlijk gegroeid. Nederlanders zijn ook niet 100% Nederlanders. Nou, ik wel. Nee, is eigenlijk niet waar. Kunt u dat bewijzen? Nee, want ik ben eigenlijk helemaal niet 100% Nederlanders. We zijn allemaal eigenlijk, ja... Maar wat was er? Allemaal mensen. We zijn mensen. Uiteindelijk is het belangrijk dat we eerst mensen zijn. Ja, je hebt wel gelijk. Hey, ja. En dan wil de PvdA en D66. Ja, dat zijn partijen, dat kent u niet, hè, want u woont in België. Dat zijn hele rare partijen in Nederland, politieke partijen. Die willen het nu ook gaan erkennen. Maar erken je dan niet Hamas gelijk ook? Nee, ja. Wat zei je nou? Nee, wat ik vind dit een moeilijke. Nee, dat zou mijn vraag ook zijn. Wat erken je precies? Erken je Fatah, Hamas, de Palestijnse autoriteit, het volk? Wat erken u erkent het volk. Ja. De aanwezigheid van een volk die het recht heeft op een staat. In het gebied, die al 66 jaar eigenlijk afziet. En die ook het recht heeft om een land te hebben. Ja? Dus in feite erken je het recht van het volk om ergens in die regio een land te hebben. Ze zijn aanwezig, de Palestijnen zijn aanwezig op de westelijke Jordaanoever. Ja, Gaza. Ja, voilà. Dus uiteindelijk is het zo dat als men Palestina erkent, dan erkent men ook eigenlijk het recht van het volk om aanwezig te zijn daar. Ja. En hun rechten natuurlijk. Maar wat ik namelijk... Gaza is in handen van Hamas. Dat is een terreurorganisatie. Dus als je op een gegeven moment zegt... Nou, wij erkennen jullie, dan erken je dus ook Hamas erbij.
Nee, niet per se. Hè. Nou ja, goed, dat land wordt daar bestuurd. Tenminste, dat stukje wordt bestuurd door Hamas. Vanaf het moment dat de Palestijnen een staat krijgen, dan is de voedingsbodem voor partijen zoals Hamas eigenlijk niet meer aanwezig. Ja, want het probleem is een beetje van de twee-staat-oplossing is dat Hamas zegt dat Israël van de kaart geveegd moet worden. Ja, dus dan hoef je helemaal niks meer te erkennen, want dan is Israël weg. Dan kunnen ze een hele geboel daar hebben gaan wonen. Dat komt eigenlijk door de polarisatie ook. Als men de Palestijnen erkent als volk, als land, Palestina, dan hebben de Palestijnen ook geen reden meer om te vechten of om geweld te plegen. Nee, maar toen Gaza werd teruggegeven door de Israëli's, werd er ook gedacht van ja, dan hebben ze geen reden meer om raketten op ons af te schieten. Dat is alleen maar erger geworden. Het werd eigenlijk nooit afgegeven of teruggegeven. Nou ja, goed, de Israël trok zich terug, meer. Ja. Maar blokkeerde de Gazastrook. Nee, maar begrijp je, toen dachten ze ook eventjes, we geven Gaza terug en dan kunnen die mensen gewoon met elkaar wonen en dan gaan wij er niet meer rondlopen. En ja, wat hebben ze nou gecreëerd? Ja, er is een blokkade. Ja, voilà. Ja, je kunt niet echt vrij bewegen. Voilà, dus uiteindelijk... Heb je er nog een ruk aan? Denkt u dat dit een begin is van ja, als er één schaap over de welbekende dam is... Dat het wil je dat alsjeblieft niet doen? Over schapen? Wat is met schapen? Het is gisteren offerfeest geweest. Of gisteren? Ja, maar... Ja. Nee? Okay. Nou ja. Maar dat viel ook op Dierendag. Ja, dat was wel een beetje opmerkelijk. Het was ook nog Yom Kippur, volgens mij. Was een heel erg drukke dag. Was een hele moeilijke dag was het. Wat heeft u allemaal gevierd? Offerfeest? Ja, het offerfeest. En dieren ook dierendag? Niet echt, nee. Nee, niet echt, hè? Ja, of je zo'n schaap moet het lekker vinden om met een mes door zijn strot gesneden worden. Dat wel. Nee, maar dat is toch gek, hè? Voor mij is het elke dag dierendag. Ja, voor mij ook. Op mijn bord. Maar zal ik je wat vertellen? Nee, vond ik zo hypocriet. Dan gingen mensen, ja, kunnen ze niet één keer offerfeest overslaan, want het is dierendag. Net op dat schapen 364 dagen... onwijs lekker vindt om afgemaakt te worden. Maar op dierendag dat hij denkt... nee, dat wil ik liever niet. Ja, Jan! Ja, nee, het is schande. Stel je vraag. Nou, daar was ik inderdaad druk mee. Zou dit een begin van meer erkenningen zijn? En als dat dan zo is, zou dat dan iets kunnen doorbreken... zodat er weer dialoog op gang komt? Want ja, Jan heeft u wel een beetje gelijk. Tot nu toe heeft nog niet veel dat conflict kunnen losverrikken uit zijn tamelijk uitzichtloze toestand. Ja, ik denk dat het eigenlijk noodzakelijk is om Palestina te herkennen. En te erkennen. Maar voor welke stel dat gebeurd is? Waarom? Omdat de Palestijnse kwestie zorgt ervoor dat er heel veel frustratie is in de Arabische wereld. Als de Palestijnse kwestie wordt opgelost, dan is er ook geen reden meer om te vechten. Nee, maar kijk, maar goed, dan zeg je dus, oké, wij erkennen dus Palestina, maar wat is Palestina dan zoals het nu is? Of welke grenzen gaan we dan toe? De westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Ja. En de rest Israël. Dat is eigenlijk de twee-staten-oplossing. Ja. En op lange termijn worden er diplomatieke banden aangeknoopt en dergelijke meer. Handel ontstaat. En zal die muur vallen. En hoop ik eigenlijk dat de Joden en de Palestijnen samen kunnen leven. Oh ja. Op lange termijn. Ja, dat is eigenlijk de eerste stap op eigenlijk... Ja, een rechtvaardige samenleving. En het herenigen van het land eigenlijk. Ja, alleen het probleem is natuurlijk... als er een deel van het Palestijnse volk alle Joden de zee in wil drijven... dan is dat, wordt dat niet zo heel gezellig. Ja, maar er is onrecht. Als er twee staten komen, dan is er minder frustratie. Maar dan vervalt antisemitisme toch niet mee? Jawel. Dan hebben de Palestijnen hun rechten. En dan op lange termijn kunnen ze eigenlijk naar elkaar toegroeien. En dan valt de muur. Oh. Muren tussen mensen zullen nooit volhouden. Ik denk, als u in Nederland had gewoond, dan zat u nu voor GroenLinks in de Tweede Kamer, hoor. Ja, ja, dat denk ik wel. Ja, die geloven toch ook allemaal in love, peace and happiness. Dat ik is denk, toch mooi? Ik heb het gevoel dat we dit thema nog wel vaker zullen aansnijden vanavond. Maar nu moeten we eerst even verder met onze held. De man die binnenkort over water gaat lopen. Lafie Jan Roos. Ik kan altijd erg lang moeite met iemand hebben en mezelf enigszins vermaken als zo'n type niet helemaal lekker gaat. Maar op een gegeven moment draait dat om in medelijden. Zelfs bij Diederik Samson. Didi wilde graag Yesui Cohen vervangen na diens afgang. Altijd makkelijk om een loser op te volgen, zou je denken. Veel slechter kan je het dan namelijk niet doen, moet de badputs hebben gedacht. Job kon vertrekken met 15 zetels in de peiling. Samson staat er nu dik onder met 12. De Greenpeace-activist kreeg 38 zetels bij de laatste verkiezingen. Alle linkse types die de PvdA in de laatste jaren hebben verlaten... kwamen nu schoorvoetend terug
om een linksblok te vormen tegen de grote VVD. Die niet dacht dat die overwinning door hem kwam. En dat is natuurlijk lulkoek. Na het vreemde gehussel met idealen en uitruilonderwerpen liep de tent alweer snel leeg. En Samson is niet de man die dat kan keren. Liever gezegd, door zijn opgewonden gedrag rennen zelfs zijn medewerkers nu bij hem weg. Helemaal niemand wil nog iets met Didi te maken hebben. Zelfs de woordvoerster voor wie hij zijn eigen vrouw verliet smeert hem richting Brussel. En dus blijft Samson straks alleen over op het zinkende schip van de Partij van de Arbeid, die overigens al een keer of tien vrijwel gezonken was, maar altijd weer boven komt drijven. En ik vind dat zielig. Het duurt namelijk niet lang of de stekker wordt eruit getrokken. En dan zit hij in zijn pak alleen aan een eettafel. Zonder partij, zonder vrienden, zonder medewerkers en zonder zijn gezin. En dat gun ik helemaal niemand. Zelfs Diederik Samson niet. Ja, was een stukje empathie naar de mensen toe. En kwaliteitsradio, dat ook. Ja, Montasser al daarmee doet aan de Katholieke Universiteit Leuven en de UA Antwerpen dus in het onderzoek naar islamitische radicalisering en de Belgische strijders en de nationale jihad. Dus al die dingen waar we het hier zo vaak en vrolijk over hebben, Jan. En nu kunnen we eens los op iemand die daar alles heel diep in zit. Montasser, laten we beginnen bij het begin. In Nederland wordt gezegd dat IS niet islamitisch is. Ja. Want dat willen ze liever niet. Is IS islamitisch? We moeten kijken wie zich bij IS heeft aangesloten. Het zijn toch moslims? Ja. Dus uiteindelijk, ja. Ja, ik vind het ook niet zo'n hele moeilijke vraag. Maar Nederlandse politiek zegt, nee. Maar bijvoorbeeld Obama heeft het ook gezegd. En David Cameron heeft het gezegd. Terwijl er net een Engelsman zijn hoofd had was verloren door IS. Van, nee, maar dat heeft niks met de islam te maken. Ik denk dat ze bedoelen dat IS niet alle moslims ter wereld vertegenwoordigen. Nee, want dan hadden we 1,6 miljard van die mensen daar zitten. Ja. Maar het is wel islamitisch. Dan zijn we daaruit. Het zijn moslims. Moslims. Hé Jan, we hebben al één ding opgelost. Dat is toch prettig? Nee, maar dat is die discussie tenminste. Ja, ik vond het ook niet zo'n rare, moeilijke vraag, hoor, eerlijk gezegd. Nee. Het zijn geen zionisten, zoals sommige mensen zeggen. Dat zeker niet. Natuurlijk niet. Nee, dat lijkt me niet. Ik zag laatst, dus, ik heb allemaal van die Twittergekjes achter me aan. Die zeggen van, die hebben dan een foto van el-Baghdadi, de kalief dan. Die dan voor de Mossad zou hebben gewerkt. En daar lekker zat hij daar aan een biertje. Dan is hij nu. Daar geloof ik eigenlijk niet in. Dat is gelul, hè? Ja. Noemen we dat dan. Nou, dat vind ik fijn dat u dat ook even zegt. Nou, even nog een beetje actualiteit. Deze week was natuurlijk het Sharia for Belgium proces begonnen. Hè? De hoofdverdachte, die Fouad Belkacem, ik hoop ik het goed zeg, was volgens OM de aanjager van gewelddadige acties. Hij ronselde jongeren, verspreidde ideologie. Hij stond in voor de indoctrinatie. En naast hij zelf staan nog 45 anderen terecht, waarvan een flink deel in Syrië dood of levend. Wat vindt u van het proces? Wat vindt u van dat proces? Politiek spektakel. Een politiek spektakel. Is het niet terecht dat Sharia voor Belgium voor al die akelige beschuldigingen wordt vervolgd? Zij zijn eigenlijk niet de enige schuldigen. Wie zijn er allemaal? De meeste jongeren die zijn vertrokken uit België hebben helemaal niets te doen met Sharia voor Belgium. Maar dat is de zaak omdraaien. Heeft Sharia voor Belgium ook niks te maken met het ronselen van jongeren? Ze hebben jongeren georganiseerd met dezelfde gedachtegoed. Ja. Ja. En een aantal van die mensen is nu gaan deelnemen in de strijd in Syrië. Vindt u dat, want misschien vindt u dat wel helemaal geen misdaad. Misschien zegt u wel van, nou ja, dat is toch prima. Ik denk dat het gerecht dat moet zeggen, of dat goed is of niet. Maar uiteindelijk zijn de feiten zo dat Sharia for Belgium vooral jongeren met dezelfde gedachtegoed heeft verzameld, georganiseerd en een platform geboden. Indirect hebben ze opgeroepen tot de oorlog of tot de jihad door Bin Laden te verheerlijken, door jihad-ideologen te citeren. Maar directe steun of directe ronseling, ja, maar als daar jij, zijn er geen bewijzen. Geloof ik niet. Als jij mensen bij elkaar brengt en die mensen hebben allemaal dezelfde doodzieke en verboden ideologie en willen dat uitgaan werken door mensen hun hoofd eraf te hakken, ja, dan kan je moeilijk zeggen, ja, dat waren gewoon een clubje jongens die dachten hetzelfde. Ja, dan is het toch gewoon een terroristische organisatie? Nee, ik denk het niet. Waarom niet? Sharia voor Belgium, dat zegt het toch eigenlijk al. Het heet niet van doe maar de liefjes in jaren, neem een kopje thee. Ja, oké, maar ze hebben geen terreurdaden gepleegd of ze hebben geen aanslagen gepland. Dus uiteindelijk, wat maakt iemand een terrorist? Nou, zij waren wel radicale ideeën. Ze zijn toch van plan om de democratie omver te werpen in het Westen? Dat vind ik best een radicaal idee. Ik denk dat zij gewoon provoceren. Ja, gewoon zij provoceren. Weten ook dat niet realistisch. Weet je wat is? Provoceren is? Hey, een auto, doe je broek naar beneden en maak een foto. Dat deed ik dan vroeger, hè? Nee, dat was mooi, hè? Daar kwam een auto voorbij.
En dan je hele auto, doe je broek naar beneden en maak een foto. Dan liet je je reet zien aan de... Redelijk walgelijk verhaal, dus mag ik dat zeggen. Nee, maar dat is provoceren. Ja. Maar toch oproepen dat je mensen hun kop eraf moet snijden, dat is niet provoceren. Ze hebben dat niet gedaan. Nou ja, goed, ze willen strijden dan voor IS. En die hebben ook niet. Nee? Ze strijden niet voor IS, jongens? Sharia for Belgium werd eigenlijk ontbonden een paar jaar geleden. Ontbonden. Ja, prima. Maar jongeren die bij Sharia for Belgium zaten, zijn vertrokken. Ja, meerdere van die gozers, ja. die zijn toch en nu aan het knokken. Ze hebben elkaar eigenlijk aangetrokken tot de strijd daar. Ja, maar Motassa, zeg je eigenlijk, zo'n organisatie als Sharia for Belgium, dat is gewoon een organisatie die weliswaar heel anders denkt dan het gangbare gedachtegoed in bijvoorbeeld België of Nederland, maar net zoveel recht heeft om te bestaan binnen zo'n samenleving. Vrije meningsuiting. Ja, maar ja, die wel aan de bijl zit aan de wortels van hoe er in landen als Nederland, in het Westen zullen we maar even zeggen voor het gemak, over de organisatie van de samenleving wordt gedacht. Je vindt niet dat dit te ver gaat, dat dit te veel afwijkt van de want ja, dat wordt nogal wat, Jan roept al, het is een beetje het einde van de democratie. Er worden toch nogal wat vrijheden met voeten getreden waar we enigszins aan gehecht zijn geraakt in ons land en in België vermoedelijk ook. Maar dat desondanks doen, gewoon lekker doen. Kijk, het is heel gemakkelijk om een oordeel te vellen of te gaan oordelen nadat een situatie is, heeft plaatsgevonden. Maar we moeten vooral kijken naar de voedingsbodem van zo'n groeperingen van radicalisering. Dat is heel belangrijk. De voedingsbodem is islam. Ja, wat zegt u? Ja, volgens mij zijn ze daar niet om een andere reden. Ja. Wat is volgens u de reden? Ja, zij zeggen dat ook natuurlijk, ja. Dat zij daar... Ja, en dan moet je ze toch geloven, of niet? Voilà, ze zeggen dat zij de islam willen praktiseren daar. Dat zij emigreren, dat zij onder hun eigen waarden en normen willen leven. Dus uiteindelijk wordt de islam gebruikt natuurlijk om die daden goed te spreken. Of hun emigratie goed te spreken. En de gewapende jihad. Maar wat zijn de oorzaken dat jongeren op een bepaald moment zo zaken zeggen? Nou, omdat ze zich aangetrokken voelen door de jihad-ideologie. En wat denkt u, wat de oorzaken zijn? Moslimjongeren in België, ik denk ook in Nederland voor een deel, voelen zich niet echt vertegenwoordigd in de politiek. Ja, vooral maar dat België. Is toch geen reden om een jurk aan te doen, je baard laten groeien, mensen te vermoorden? Ze hebben dat niet gedaan. Ik bedoel, zijn ze aan het doen, denk je, in Syrië? Ja, okay, maar Sharia for Belgium heeft dat niet gedaan. Nee, dat is ontbonden nu. Maar dezelfde jongens uit dezelfde club, die zijn op dit moment kopje aan het hakken. Niet allemaal. Nee, dus er zullen ook wel mensen daar aan het bloemschikken zijn. Maar Montasse, zegt u nou is het nou ja of nee ideologisch? Want er wordt natuurlijk heel vaak gesproken over die welbekende economische achterstand, de uitsluiting van de arbeidsmarkt, problemen op school, die kloof, als ik u moet geloven, wat ik lees, is nog groter in België, vooral in Vlaanderen, dan in Nederland. Of is het nou wel degelijk ideologisch getint en wordt gewoon de manier waarop deze groep moslims in het leven staat niet voldoende erkend? Ik zou graag willen weten welke van de twee. Wel, het is zo dat iedereen van ons, ook hier, Jan en Jan, en ik ook, dat we eigenlijk geboren zijn en dat we daar niet hebben voor gekozen. Okay? Om geboren te worden? Ja. Nee, mij is niets gevraagd. Oké, van mij ook niet. Dus uiteindelijk is het zo dat mensen gemaakt worden door omstandigheden in hun leven. Laten we kijken naar de omstandigheden van die jongeren. Sommige jongeren voelden zich gewoon slecht in de maatschappij en gaan dan zoeken naar een houvast. En dan vinden ze die rust in de islam. We hebben in België gemiddeld 5 zelfmoorden per dag, zelfdodingen. Dus uiteindelijk is dat ook een probleem. Ja. En sommige jongeren die zich ongelukkig voelen, gaan dan zoeken naar een houvast en vinden die in de islam. Nee, maar begrijp ik ook. Kijk, maar we hebben allemaal puberteit gehad. En ik voelde me toen ook een beetje ongelukkig. Ik ben toen heel veel gaan masturberen ook en gaan blowen. En, ik vind het wel dat je ons allemaal dingen vertelt die ik niet had geweten. Een beetje een openhartig dagje vandaag. Ja. Maar en ik luisterde naar Kurt Cobain. Nirvana, die hele depressieve CD. Ja. En dan liet mijn haar een beetje groeien en zo. Maar ik had dan nooit het idee om mensen te gaan vermoorden. Nee, maar snap je? Nee, maar ik vind het allemaal zo makkelijk gelul. Kijk, in Nederland hebben we het woord, dat heet stage. Want dan krijgen die jongens geen stage en dus radicaliseren ze. Nou, de grote grap is dat ze geen stage krijgen, is omdat ze onvoldoende de taal spreken. Mm-hmm. Kent u de Zouave, trouwens? Dat zegt u, Zouave? Ik ken het liedje, Zouave. Op een bepaald moment, vanuit Nederland en België, zijn er heel wat jongeren vertrokken om de kerkelijke staat te gaan beschermen in Italië tegen de Italiaanse eenmaking. Ja. En heel wat jongeren zijn vanuit Nederland vertrokken om te gaan vechten. Hebben hun leven gegeven. Zouave, is dat een soort kruistocht geweest? Niet echt. Wanneer was dat?
Dat was in de 19e eeuw. En Guido Gezelle, kennen jullie ook? De van de fiets? Nee, de dichter. Ja. Oh. Heeft ze geëerd in zijn gedichten. Laten we kijken naar de gemeenschappelijke factoren. Bijvoorbeeld de Oostfronters in België hebben ook met de nazi's gevochten tegen de communisten. Mm-hmm. En zij waren eigenlijk vertrokken omdat ze ontevreden waren in hun maatschappij, in hun samenleving. En ik ben zelf naar Syrië geweest, ik merk bij die jongeren dat ze eigenlijk zich heel ongelukkig voelden in de Belgische maatschappij. Nee, dat begrijp ik. Maar wat je bijvoorbeeld... wat ik vaak ook denk, hè, als je... Stel dat ik derde generatie Nederlander in Spanje was. Hè, en op een dag dacht ik, ja, dat stierenvechten en tapas... En die Costa Brava, dat vind ik eigenlijk ook niks. Ik vind die Spaanse wijf eigenlijk hartstikke lelijk. Dan denk ik op een gegeven moment, nou, dan ga ik weg. Dan ga ik ergens wonen waar ik me wel prettig voel. Nou, misschien in Nederland. Maar dan als je je niet prettig voelt, hoef je toch niet gelijk jezelf in een oorlog te smijten? Kijk, er is een verschil bij de jongeren. Sommige jongeren vertrekken om te emigreren, oké? Dan kunnen we eigenlijk de vraag stellen van waarom vertrekken ze niet naar Marokko of naar Jordanië, naar een bestaand Arabisch-Islamitisch land. Ja, maar die jongeren erkennen die staten ook niet. Zij willen onder de sharia-wetgeving leven, onder hun eigen waarden en normen. En in geen enkel van die landen heerst de sharia volledig. En de woordvoerder van IS heeft duidelijk gezegd van kijk, wij zijn zelfs niet akkoord of wij accepteren het zelf niet als we 99% van de sharia gaan implementeren. Wij willen echt de sharia volledig implementeren. Niet zoals Saudi-Arabië, die de sharia vooral ook op de armen... tot toepassing verklaart, ja. En niet op de rijken bijvoorbeeld. De emir kan vaak meer doen dan de gewone burger. Ja, maar meent u nou, want die vraag die had ik al, daar heb ik al een tijdje op zitten verheugen. Stel nou voor dat er inderdaad, hè, we hadden het net over Palestina, we boom, ja, geven hem staat en we zeggen nu, nou weet je wat, als dat dan de oplossing is, als Montassar gelijk heeft, dan pakken we ergens een stuk land tussen Syrië en Irak. We zeggen, een mooie vlag erin, hier is de islamitische heilstaat, 100% sharia, ga er maar heen. Denkt u dan dat goed is, dat prima is? Dat dan de zucht tot veroveren en bekeren? En want er zit toch ook een elementje in? Hè, dat het zou niet snel genoeg zijn, denk ik. Maar denkt u er anders over? Uiteindelijk in een gesprek met Binnenlandse Zaken in België hadden ze duidelijk gezegd van kijk, wij hebben geen enkel probleem met het feit dat jongeren vertrekken om in een kalifaat te gaan leven. Het is eigenlijk pas vanaf het moment dat iemand beslist om zich te gaan mengen in een gewapend conflict en zich bij IS of bij Jabhat al-Nusra te gaan voegen, dat een probleem gaat vormen. Dus uiteindelijk op lange termijn denk ik wel dat het een oplossing zal bieden voor onze maatschappij ook, waarbij dat jongeren die willen emigreren, die willen leven in een land die de sharia implementeert, dat eigenlijk een oplossing is dat zij dan vertrekken om daar te gaan leven. Nee, ik ben groot voorstander van als je niet bevalt, moet je opzouten. En dan zoek jij al ergens anders. Maar helemaal naar je zin hebt, dan lijkt me dat ook een uitstekende oplossing. Ja. Ik bedoel, ik dacht eerst even aan Iran, maar dat zijn natuurlijk Sjiiten. Dat is een beetje het ingewikkelde probleem. Ja. Maar daar heb je al zoiets eigenlijk. En in Israël een Joodse staat eigenlijk. Ja precies. Dus je zou eigenlijk nog iets soort islamistische staat moeten hebben. Een soenitische staat. Ja, en dan gaat iedereen die het niet leuk vindt, die gaat die lekker weg. Maar de kalifaat is toch juist de bedoeling om islamitische wereldheerschappij te krijgen. Dus dan heb je toch helemaal niks aan je stukje woestijn? Ik denk, hoe meer dat wij ze in een hoek gaan duwen, hoe meer extremer dat ze zullen zijn. Nee, maar een pijler van de islam is het kalifaat. Nee, geen pijler. Dus de zesde toch? De ongeschreven zesde. Ja. Volgens u. Ja, want, ja nou, goed, maar we willen het graag aannemen. Want, niet echt, dat is een islamitische wereldheerschappij. Okay, ik denk dat wereldheerschappij. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Nou, het is wel de bedoeling. Ik denk niet dat het gaat lukken. Ja. Nee, het maakt namelijk nogal wat uit als mensen... stel je voor dat de IS zich zou melden en zeggen... Nou, joh, wij zijn eigenlijk alleen maar op zoek naar een gezellig stukje land... waar wij de Soenitische heilstaat kunnen stichten en sharia kunnen implementeren... dan denk ik dat er met heel veel mensen best te praten zou zijn. Dus ik denk inderdaad dat heel veel mensen toch denken... wat Jan en ik ook denken, dat misschien dan toch niet genoeg zou zijn... en dat de ambities toch wat verder reiken... dan alleen maar een mooi stuk woestijn tussen Syrië en Irak. Ja. En niet veel wijst erop namelijk dat het niet zo is. Je ziet weinig poging tot dialoog, je ziet weinig... De jihad-ideologie, we moeten wel weten wat dat inhoudt. De jihad-ideologie, hun doel van jihadisten is uiteindelijk Jeruzalem bevrijden. En daar het kalifaat herstellen. We hebben eigenlijk sinds na de dood van de profeet Mohammed in 632 tot 1924...
steeds kalifaten. Je kent Omayyaden, Abbasiden, Ottomanen. En op een bepaald moment heeft Atatürk het kalifaat afgeschaft. Ja. Na die periode zijn er dictaturen aan de macht gekomen. Dat heeft er eigenlijk toe geleid dat de Arabische lente begon, die nu afgeblokt wordt in Egypte, overal eigenlijk, door economische problemen en dergelijke meer. Waardoor dat de jihadisten eigenlijk op de situatie springen en nu net meer steun krijgen. De Arabische lente is natuurlijk helemaal nooit de lente geweest. Het is één groot zootje geweest. Maar in Egypte werden de moslimbroeders gekozen, ja. De baas. Die wilden daar toch niet echt een stuk gezelliger maken dan van het land. Ik bedoel, Mubarak was weg en ze gingen daar zelf de sharia proberen in te voeren en hun tegenstanders... Ik denk het niet. Je denkt dat het is niet gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd, omdat er zij toen willen... weer een coup kwam. Ze werden uiteindelijk gekozen door het volk. Ja. Oké. Okay. En ten tweede, ik denk niet dat ze de sharia wilden implementeren. Zij wilden wel islamitische waarden en normen meer gangbaar maken in de samenleving. Ja. Ja. Zoals Erdogan eigenlijk doet in Turkije. Ja, want dat is dat gaan we, daar gaan we zo nog even over hebben, denk ik, over Erdogan. Hey, die Nederlandse en Belgische jihadstrijders, die zijn er nu aan het knokken. Nou, het gaat niet heel slecht, volgens mij met IS. Volgens mij maken ze wel stappen, nog steeds. Denk je dat dat bombarderen van ons hun bang maakt? Tenminste, niet van ons, van de Belgen, wij doen niks. Er zijn ondertussen 40 Belgen omgekomen, tot 45 volgens sommigen. En uiteindelijk vertrekken de jongeren en vrezen ze de dood helemaal niet. Nee. Maar dus uiteindelijk zullen ze helemaal niet schrikken. Het is een droom, ja, om door een Amerikaanse westerse bom om te komen. Ja, dan krijg je 72 maagden. Voilà, zij geloven letterlijk dat vanaf het moment dat zij sterven als martelaar, dat zij natuurlijk naar het paradijs gaan. Wat een gedoe lijkt me dat, dit 72 maagden. Ja, lijkt me echt heel veel gedoe. Ik vind het vooral heel ingewikkeld om me voor te stellen dat ik zo diep in een godheid zou geloven dat ik me dit soort dingen liet wijsmaken. En dat bedoel ik niet disrespectvol, maar ik vind het gewoon een hele ingewikkelde geestelijke stap om te maken dat mijn denken zo geleid zou worden door een... En dat vind ik er ook zo ongrijpbaar aan. En daarom denk ik ook dat de redelijkheid er op een gegeven moment niks mee te maken heeft. Dat zijn anderen. Deze mensen geloven toch blind, of niet? Blind. Zij vinden hun rust in die ideologie, in het geloof. En gaan dan tot het uiterste, dus radicaal tot het uiterste gaan in het participeren aan het project. En ook in het praktiseren van hun geloof. Bent u zelf moslim? Ja. En praktiserend moslim? Dat is eigenlijk een groot woord. Wat is praktiseren? Nou, dat je je houdt aan de regels van de Koran. We proberen een goede mens te zijn. Ik denk dat de islam iemand kan helpen om een goed iemand te zijn. Vindt u mij een kafir? Nou, ik ben een kafir natuurlijk. Maar vindt u mij vervelend dat ik ongelovige hond ben? Kijk, in de Koran staat dat God verscheidenheid heeft gecreëerd. Ja. Dus uiteindelijk... Dat zie je wel, maar dat is ook wel eens misgegaan. Bij Jan bijvoorbeeld. Sorry. Ja, verscheidenheid. Uiteindelijk heeft niemand het recht om iemand anders aan te vallen omwille van... Nee, maar in de Koran staat toch duidelijk dat je de houden, de nek van de ongelovige, de kafir, dat staat er letterlijk in. Dus, en dan ben ik dan. In een situatie waarbij dat de gewapende jihad wordt gevoerd. Maar laten we kijken naar wat jihad inhoudt eigenlijk. U bent een jihadist. Ik? Ja. Oh, echt? Ja. En maar, u bent ook een jihadist. De laatste keer dat ik... Ik heb ook geen baardgroeien, dus het is een beetje lullig. Maar de eerste zionistische jihadist die ik ken, Jan. Maar waarom ben ik een jihadist? Want ik zit meer in het café dat ik het idee heb dat ik even ergens heen ga om te knokken, als ik heel eerlijk ben. Jullie zijn jihadisten. Maar waarom? Nou, leg het alsjeblieft uit, want ik kan niet wachten. Er zijn 9 vormen van jihad. Er is de eerste vorm, de jihad tegen jezelf. Tegen uw eigen lustus en begeerte. Nou, dan kan je vertellen dat... Dat gevecht heb ik al verloren, vriend. Die verliezen wij. Nee, maar u bent een jihadist. Ja, nou. Ik zie u echt met passie presenteren. Ja. En als u tot het uiterste gaat in het presenteren om uw doelen te bereiken, dan bent u eigenlijk een jihadist. Oh ja. Oké? Okay? Dus er zijn 9 vormen. 8 vormen die heel vreedzaam zijn. Met de pen, met het woord en dergelijke meer. Maar men heeft ook de gewapende jihad. De 9e vorm. En de gewapende jihad is enkel en alleen maar van toepassing als iemand wordt aangevallen. Oké? Okay? Dan heeft een moslim het recht om zich te verdedigen. Ja, maar dan nog gelden er 10 voorwaarden. Men mag geen vrouwen doden, geen kinderen,
Oh. Geen mannen, geen bejaarden, geen onschuldige mensen. Modders, dan mag ik je toch even onderbreken. Want dit is toch kennelijk, we hebben het net over de IS, die volgens eigen zeggen 100% volgens de sharia, dus neem aan volgens de regels van de Koran, leeft volgens de regels van de jihad dus ook, als dat hetzelfde is allemaal. Jij interpreteert dat dan toch het is geen interpretatie. Anders. Nou ja, blijkbaar wel, want zij vinden wel degelijk je vrouw en kinderen kunt doden. En... Nee, helemaal niet. Kijk, ze hebben kinderen levend begraven, ze zaken vrouwen hun hoofd af. Jihad-ideologen zoals Abu Muhammad al-Maqdisi, Abu Qatad al-Filastini, Hani Sibai, verschillende jihad-ideologen in de Arabische wereld hebben zich gekeerd tegen IS en hebben Jabhat al-Nusra gesteund. Die ook in de ogen van vele westerlingen gematigder is dan IS. Al-Qaeda. Ja, precies. Dus die gematigde mensen die steunen niet IS, maar de Al-Qaeda. Jabhat al-Nusra. Ja, nou, wel lekker gematigd. Nee, voel me een stuk veiliger. Ik zei zelfs de jihad-ideologen. Ja, oké. Maar dus IS zijn echt buitenbeentjes van de islam? Zij gaan tot het uiterste om hun plan te doen slagen. Maar goed, wat ik dan niet helemaal begrijp is dat als het dan in jullie geval dan mafkezen zijn, hè? Vindt u het mafkezen? Ik kan als onderzoeker weinig... Ja, ik moet objectief zijn. Nee, maar je bent ook moslim. En zij doen uit de naam van dezelfde Allah doen ze dus allemaal gruweldaden. Dus vindt u dat een mafkeze? Ik vind dat moslims die zich moeten distancieren. En ik vind dat eigenlijk zwak overkomen. Als iemand dat wil doen, dan moet hij dat uit vrije overweging doen. En niet wanneer dat hij dat gevraagd wordt. Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik weiger eigenlijk in een hoekje te worden geduwd waarin dat ik mezelf moet verantwoorden. Of moet waarom? Verantwoording afleggen voor uiteindelijk... ongeveer 10.000 tot 50.000 strijders in de wereld... Ja. Die eigenlijk maar een klein onderdeel zijn van de moslimwereld. Zoals de voormalig hoofd van van de NAVO... de secretaris-generaal van de NAVO, Jaap Toom... Scheffer had zat laatst in hetzelfde parket in een... hij is nu christen, hij is katholiek. Nou, daar valt ook van alles bij aan te merken, dat weet u ongetwijfeld. En hij zei, ja, het gekke is... ik heb er geen enkele moeite mee om me te distancieren van mensen die in naam van mijn kerk kinderen misbruiken of iets anders afschuwelijks doen. Mm-hmm. Hij zegt, natuurlijk doe ik dat. Of de Ku Klux Klan. Of God mag weten wat voor conservatief of radicale christenen dan ook. Natuurlijk doe ik dat, zei hij. Want ja, ik wil heel graag dat mijn religie wordt gepercipieerd als de religie van de liefde die het volgens mij is. Ja. En ik begrijp dus echt niet, inderdaad... Ja, ik begrijp dat u zich niet in een hoekje wil laten praten... maar ik begrijp niet dat u niet inderdaad vanzelf zegt... ja, maar natuurlijk heb ik hier niets mee te maken. Natuurlijk is voilà, dit niet... Ik heb daar helemaal niets mee te maken. Nou ja. En ik ben helemaal niet pro-IS of pro-Jabhat al-Nusra... of pro de jihad-ideologie. Nee, oké, okay, omdat... Het lijkt me namelijk zelf zo'n voorbeeld. We hadden het net over de kansen die mensen krijgen. Nou, u bent notabene... het school, 2 keer cum laude afgestudeerd in niet al te makkelijke studies. Nou ja, u spreekt uw taal volmaakt, de Nederlandse, de Vlaamse taal. U zou, ik denk, als u zegt, gematigde islam, durf ik dat te zeggen? U bent een... Jan, wat zie je nou te doen, zeg... Even die D66-pet van jou, ik zit me af te vragen. Wat ik niet goed begrijp, is dat ik... willen duiden. Er zijn heel veel van die jihadisten die nu aan het vechten zijn. Die hebben ook op de universiteit gezeten. Het is natuurlijk een totale framing... dat een paar van die ROC-drop-out zijn... die dachten of patatje bij de VEBO of de jihad. Dus gelul, het zijn hoogopgeleide mensen ook. Hoor. Ik wou alleen maar even ontkrachten dat het onmogelijk zou zijn. De strijders zijn wel meestal niet echt opgeleid, vaak. Ja, er zijn genoeg jongens die niet achterlijk zijn, hoor, die dreigen. Ja, natuurlijk zijn er ook sukkeltjes bij. Maar bedoel, het is niet per definitie de hele domme jongens. Nee, maar het leek mij, ik vond het alleen maar interessant om te melden... dat u slaagt er kennelijk wel in om zich goed op te leiden... En met uw geloof een plaats te vinden in die samenleving... zonder dat u daarmee de mensen die misschien van een andere achtergrond komen... zodanig in de weg te lopen of tegen het vergeten schoppen dat er ruzie ontstaat. Waarom kan dat niet verzaken? Wel, kijk, in het proces van radicalisering, of laten we zeggen dat er 4 fasen zijn, waarin dat de meerderheid van moslims in Nederland en in België wel participeren aan de samenleving, vaak ook hun geloof niet echt praktiseren of weinig kennis hebben van de religie. In de tweede fase zien we dat moslims eigenlijk meer en meer praktiseren, waarbij dat ze eigenlijk de nadruk leggen op participeren in de samenleving, maar ook God tevreden stellen. En daar merken we ook geen probleem. Maar het is zo dat ze... jongeren en moslimjongeren die zich echt willen geven, willen concentreren op hun geloof en dergelijke meer, dat ze op een bepaald moment toch gaan botsen met de samenleving. Ja. Zich gaan isoleren. En ik vind eigenlijk dat vele jongeren zich isoleren, maar op zich is dat geen enkel probleem. Maar bijvoorbeeld in België zijn er geen alternatieven voor jongeren die zich isoleren. We hebben geen islamitische scholen en dergelijke meer.
Dus dan is de enige mogelijkheid... U zegt, ik ben er helemaal niet tegen om te isoleren. Maar kan het niet zijn dat de kloof tussen... Nou ja, wat, laten we zeggen, gebruikelijk is in de samenleving... Natuurlijk is er altijd sprake van mengen. He, je kunt niet een hele nieuwe groep in je samenleving introduceren... zonder dat daar ook wat van in de mix terechtkomt. Maar goed, er zijn ook grenzen. Dat ziet u kennelijk ook. Waarom is het dan is het toch juist niet goed dat mensen zich isoleren... en spotten met de grenzen die de samenleving stelt... aan gedrag in de samenleving? Ik denk dat we het recht hebben om onszelf te isoleren in een maatschappij. Iedereen heeft het recht, in Antwerpen bijvoorbeeld, de Joodse gemeenschap. Sommige Joden kiezen ervoor om zich te isoleren in de maatschappij. Ja. En op zich is daar geen enkel probleem mee. Nou, ze doen het geweldloos. Voilà. Vanaf het moment dat iemand zich in zijn isolement begint te keren tegen de waarden en normen die geldig zijn in het land, zoals Sharia for Belgium heeft gedaan, dan ontstaat het probleem. Ja, natuurlijk, maar ook. Ja, ik vind het, weet je, het is niet mijn hobby, maar als je graag religie wil hebben, dan doe je dat. Maar mijn moeder uit iedereen zijn hobby, toch? Ja, dat meen ik serieus. Alleen, ik wil er geen last van hebben. Ja, dat klopt. Dus doe maar lekker wat je wil, maar voor de rest wil ik er geen last van hebben. Als je het niet leuk vindt, dan moet je weggaan. Vanaf het moment dat iemand eigenlijk zich slecht begint te voelen in de maatschappij waarin dat hij leeft, en zelfs in zijn isolement zich ongelukkig voelt, dan is de enige mogelijkheid om te emigreren. Ja, maar die schuld ligt dan wel bij hem en niet bij die samenleving waarin hij opgroeit. Misschien komt het door omstandigheden dat hij zich zo voelt. Ja, wat zijn die omstandigheden dan? Kijk, bijvoorbeeld in België is er discriminatie op de arbeidsmarkt. Ja. Dat is aanwezig, dat is bewezen. Racisme. Ja. Sommige jongeren zijn kwetsbaar voor die zaken, sommigen niet. Sommigen zijn echt doorbijters. Anderen gaan sneller zich isoleren, gaan zich afzetten tegen die zaken. Maar die discriminatie, waar komt het vandaan, denkt u? Dat mensen per definitie racistisch zijn of tegen mensen met een religie? Denkt u dat? Kijk, of is het gewoon dat mensen denken van... Ja, die jongens spreken niet goed Nederlands. Ze scoren gigantisch in de criminaliteitscijfers. Ik heb geen zin in dat gezeik met die gasten. Dat kan ook, hè? Dan heb je toch ook een beetje in jezelf te danken. Tenminste, je bent eigenlijk gewoon... Laat ik zo zeggen, de lul van de daden van een ander. Dat. Maar dat kan je toch juist keren door de mensen die zich gewoon misdragen daarop aan te spreken. In plaats van jezelf dan maar te radicaliseren. Veel mensen bekritiseren mij omdat ik Syrië-strijders probeer te begrijpen. Oké? Okay? Ja. Maar ik begrijp ook, ik wil ook een racist begrijpen in de maatschappij. Waarom dat iemand bijvoorbeeld ervoor kiest om als een racist door het leven te gaan. Door omstandigheden. Ik kan begrijpen dat iemand die het slachtoffer is geworden van diefstal of van criminaliteit, dat hij bijvoorbeeld zwakker is dan dat hij moet zijn. En dat hij zich gaat overgeven aan haat en racisme. Ik kan dat begrijpen. En ons probleem in dit land en ook in België is dat wij eigenlijk niet met elkaar communiceren. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. En niemand hier in deze studio heeft ervoor gekozen om de mens te zijn die hij wilt zijn. Nou, ik wel. Ja, ik denk dat u gemaakt bent door omstandigheden. Ja, mijn ouders gingen neuken. Ook andere zaken. Andere zaken? Was er meer voor nodig dan? De plaats waar u eigenlijk bent opgegroeid. Ja, waar je wiegje staat. Als u in Gaza was opgegroeid, dan was u misschien ook een Hamas-leider of militant. Ik denk leider. Leider? Ja, ik ben wel een header, zeg maar. Ja. Nou, we skippen die kippen wel, kabouter. Ja, nee, maar dat is eventjes een ding tussendoor. Dat begrijp ik heel goed. Maar begrijpt u dat ik vaak het gevoel heb dat er... waarom gaat het niet goed met die jongeren? En dan zeggen ze altijd, ja, dat komt door de Nederlanders. Want die discrimineren ons. En we krijgen geen stage. En we voelen ons er niet thuis. En dit en dat. Dus zo denk je met 54 generatie gozer. Dat jij je nog steeds niet op een of andere manier hebt aangepast aan het land waar je bent geboren. Dat ligt echt bij jezelf, hoor. Het komt eigenlijk van de twee kanten. De twee kanten moeten elkaar eigenlijk opvullen. Moeten elkaar geruststellen. De autochtoon moet openstaan voor de ander. Moet nou, dat hebben we heel lang gedaan en het is ons niet bevallen. Nu zijn we er klaar mee. Wel, laten we dan kijken naar de moslimgemeenschap. Daar worden ook fouten begaan. Ja. Voilà. Nou ja, aan alle kanten worden fouten gemaakt. Het punt is een beetje dat ik het gevoel heb, vaak met dit soort dingen, is dat wij wonen hier zeg maar een paar eeuwen, mijn familie. Dan heb ik toch het gevoel dat de mensen komen erbij. Ja. En die gaan dan op een gegeven moment zeggen van ja, ik vind het toch niet zo gezellig hier. En dan komen ze bij je eten, weet je wel. En dan zeggen ze, ja, ik vind het eten eigenlijk niet zo lekker. En de wandklok is smakeloos. En gewoon, wat zie je vrouw er eigenlijk aan? En dan denk ik, joh, pleur even lekker op me af, Kees. Ik ben er net bijgekomen. Snap je? Ja. Dus dat gevoel van de autochtoon kan ik heel goed begrijpen. Dat je denkt, joh,
Joh, wat loop je nou te zeuren, man? Vergeet ook niet dat, dat ze gemaakt zijn door omstandigheden en dat ze er eigenlijk niet voor gekozen hebben om hier geboren te worden. Ja, we zullen zeker nog wel 15. Nou, meneer Baltas, ik vond het voorbeeld net van geboren worden in Gaza volk sterker. Ja. Dat lijkt me ook niet leuk. Was het maar omdat daar constant de bommen om je oren vliegen. Maar ja, ik wil niet veel zeggen. Ik vind dit land toch nog zo'n beroerde plaats niet om geboren te worden. Goed, je kunt het helemaal geweldig treffen en geboren worden als Jan Roos. Maar al word je geboren als kind van Marokkaanse ouders, dan nog heb je, denk ik, in dit land aardig wat kansen om er iets van je leven te maken. Zeker. Kijk, moest het beter zijn in Jordanië of in Palestina voor mij, dan was ik hier niet aanwezig. Dus nee. Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen in de maatschappij, maar die ik ook heb gegrepen. Nee, maar natuurlijk. We moeten niet vergeten dat er een probleem is binnen de moslimgemeenschap. Sommige imams die eigenlijk de taal niet spreken van de jongeren, waardoor dat ze die jongeren niet kunnen bereiken. Dat is toch een groot probleem. Ik ijver eigenlijk ervoor dat de staat die imams eigenlijk opleidt en ook de taal oplegt, zodat ze die jongeren kunnen bereiken. De ouders ook moeten eigenlijk misschien wel cursussen volgen om te weten hoe dat ze met die jongeren moeten omgaan. Vindt u ook niet dat zeg maar de Nederlandse of de Belgische autoriteit veel te patriarch met allochtonen of met moslims omgaan? En zegt van, joh, we hebben bijvoorbeeld in Nederland, om te integreren, geven we vrouwen cursus Arabisch. Ja, ik denk dat je er niet echt ver komt met de integratie. Je kan beter een cursus Nederlands nemen. Snap je? En wij, onze overheid, die pampert je maar en pampert je maar. Daardoor ontneem je ook mensen kansen. Omdat je namelijk iemand niet voor vol aanziet. Kijk, ik ben geen rechtse stemmer. Maar ik vind dat de socialisten in België bijvoorbeeld... Ja, hier ook hoor. Tuig is het. Oh, sorry. Ja, dat ze eigenlijk een onderdeel zijn van het probleem. Ja, om die manier... Weet je wat ik er zo erg vind van socialisten? Te laks gewoon. Die hebben continu hebben ze het over... je mag mensen niet als tweederangs burger behandelen. En hun hele programma is erop gebrand om mensen als tweederangs burger te behandelen. Namelijk, ja, dat allochtoontje, die kan toch zelf helemaal niks, joh. Kom lekker op schoot zitten, ga lekker even door je baard kriebelen. En dan geef ik je uitkering, je een huisje. En weet je wat... Een apart uurtje, dat Marokkaanse mannen met elkaar kunnen zwemmen. Dan komen die vieze Hollanders ook niet in het water en zo. Weet je, dat doet de overheid. En daarvoor maak je maakt van iemand een soort couveuse baby. En achteraf ga je er lopen zeiken van, ja, ze kunnen helemaal niks zelf. Voilà. Ja, u kunt net zo goed naar huis gaan, ook vul het programma zelf wel. Dat vind ik ook. Nee, dat bedoel ik. Jan, heb je nog een intelligente vraag? Of zal ik gewoon verder met mijn monologen? Nee, ik vind dat je lekker bezig bent, jongen. Oh, ja. Is de islam, en dan heb ik het niet over de IS-gekken en de Al-Qaeda-gekken en al die andere gekken, maar is de islam in staat om onderdeel te worden van de westerse samenleving op de normen en waarden die wij hier hanteren? Zeker. Maar dan moeten er nog heel wat dingen veranderen in die Koran of de uitvoering daarvan. Ik bedoel, jodenhaat, vrouwenbehandeling, homobehandeling. Want als er zou het zo kunnen zijn dat, net zoals de weg die het christendom is gegaan... Ik bedoel, we hebben ook kruistochten, zoals we ons zo vaak worden herinnerd, gedaan enige eeuwen geleden. Maar goed, uiteindelijk is de algemene manier van omgaan met die godsdienst een beetje geworden van, nou ja, we nemen de algemene geest er een beetje van. De geest van de liefde en de naaste liefde. En dat is onze religie. Mm-hmm. Zou het kunnen zijn dat die iets minder letterlijk nemerij van de godsdienst ook in de islam aanstaande is? Alles is mogelijk. Zou u daarvoor zijn? Ik denk namelijk dat welke religie je ook pakt, als je hem strikt letterlijk neemt, komt er rottigheid van. Behalve het boeddhisme, Jan. Behalve het boeddhisme, goed punt. Maar ik denk niet dat we last van de boeddhisten hebben, toch? Momenteel. Nou, op dit moment zijn er dus boeddhisten in Myanmar, voormalig Burma, moslims aan het slachten. Meen je niet? Ja, dat is niet zo heel vreedzaam, hè? Nee, maar dat is dan ook. Daar zijn de moslims dus het slachtoffer van boeddhisten. Nou, ja, het is een heel raar land. Wat ik maar wil zeggen is, kennelijk als men zijn religie al te serieus neemt, komt er rottigheid van. Kijk, veel mensen zeggen zonder religie zal de wereld er mooier uitzien. Dat klopt niet, volgens mij. Uiteindelijk zal de mens altijd wel reden vinden om zijn medemens af te slachten of hem te gaan criminaliseren of voor problemen te gaan zorgen in de maatschappij. Als de islam er niet was, dan was er wel het communisme. In naam van communisme zijn er heel veel mensen afgeslacht geweest. Ja, dat was ook een verderfelijke ideologie. Overal merken we dat niet alleen het geloof op een slechte manier kan
gebruikt worden, maar ook ideologieën. Nee, maar daar ben ik van overtuigd. De mensen zijn niet zo hartstikke aardig. De mensen die uiteindelijk... We staan nu een beetje voor het praktische probleem. Wat Jan net ook vraagt. Hoe zou het kunnen werken dat de islam en moslims... Kijk, ik ga mijn voorbeeld geven als mens. Okay? Ik heb dankzij de islam rust gevoeld. En heb die rust ook overgebracht bij mijn medemensen. Ja. Maar die rust, wat betekent die? Hoe stel ik me dat voor? Op een bepaald moment... Wat had u anders gedaan als u die rust niet gevonden had? Dan was ik eigenlijk verloren, eerlijk gezegd. Dus dankzij de islam ben ik de mens die ik nu ben. Heeft hij u structuur gegeven of hou vast? Kijk. Of begreep u dingen niet en heeft u gezegd... ik geef het over aan Allah en dan hoef ik niet meer na te denken? Hoe werkt dat? Kijk, zoals ik zei, ik kom uit de baarmoeder van mijn moeder... als iemand die onschuldig is. Op een bepaald moment kom ik in contact met haat, met geweld... met jaloezie, met wrok, met al die negatieve emoties. En op een bepaald moment moet een mens beslissen om te zeggen... van kijk, ik moet hier stoppen. Ik moet eigenlijk zelf, zonder rekening te houden... met de negatieve zaken die ik heb meegemaakt... los daarvan mij loskoppelen en los daarvan beginnen handelen. Ja. En toen ben ik teruggekeerd naar mijn oorsprong... En dat heeft mij eigenlijk geholpen om de Jood eigenlijk als mens te zien. Waar vroeger, ja, ik ben geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp. En dat is niet evident om die haat of ja, die wraakgevoelens tegenover Joden of tegenover Zionisten te gaan omzetten in verdraagzaamheid en verzoening. Nee. Uiteindelijk ben ik na het contact in contact komen met de islam Auschwitz gaan bezoeken. En ben ik Hebreeuws gaan leren. Dat heeft mij eigenlijk geholpen, omdat er in de Koran staat, er is daar een vers. Dus het is niet omdat mensen onrechtvaardig zijn tegenover u, dat u ook onrechtvaardig moet zijn. Dus uiteindelijk is de mens zelf die van iets maakt. Ja, maar heeft hij nou een hekel aan Joden? Ik? Ja. Nee. Vindt u Joden leuk, mensen? Joden kunnen leuke mensen zijn, ja. Ja, nee, je hebt ook... dan moet ik om, dus ben je in Nederland. Ik ken ook een paar Joden. Ken je Arnon Grunberg? Dat is een vervelende Jood, zegt Noor. Voilà, het is eigenlijk de maar, mens... Maar wat vindt u van de homo's? Iedereen zijn keuze. Maar wacht even, maar dat kan toch helemaal niet? Dat is toch veel te liberaal? Dat is niet islamitisch? Nee, kijk, uiteindelijk is het zo dat God zal oordelen over de mens... In uw ogen bestaat God niet. Ik weet niet of dat u gelovig bent. Nee, maar God bestaat niet. Hè. Dat klopt. Okay, dus u zegt dat God niet gelooft, aanwezig is, dat God niet bestaat. Ja, het lijkt mij stug dat er een man met een wolk op een wolk zit met een baard en alle touwtjes in handen heeft. Dat lijkt mij stug. Ik zou u wel zeggen, als hij zou bestaan, dan zou ik inderdaad menen dat we hem maar het oordeel moesten gunnen aan het eind en niet zelf het oordeel moesten vellen. Waarom? Waarom zou je hem het oordeel moeten vellen? Als je in God gelooft. Nee, maar als je hem de oppermachtige noemt. Waarom gebeurt het dan allemaal? Ja, dat is A, of vraag, dat maar... hij A niet oppermachtig is... of B, dat hij een pervers idee heeft dan over oppermachtigheid. Het gaat mij om de vraag, als je het aan God overlaat... laat het dan ook aan God over. Er is een vrije wil natuurlijk. Hè? Oh, ja. Dus uiteindelijk is het zo dat... als God in uw ogen niet bestaat, in mijn ogen wel... uiteindelijk hij is degene die ons heeft gecreëerd, geschapen... dus uiteindelijk heeft hij het recht, alleen hij... om een oordeel te vellen over iemand. Precies. Ja, nee, maar dat vind ik ook... Ja, ik denk dat ik er ben, omdat mijn ouders op een gegeven moment op de camping zaten. Van, wat zullen we doen? Zullen we naar die wijnboerderij gaan? Nou, wat zei mijn moeder? Ik denk dat we vandaag in de tent doorbrengen. Ja, toen was ik er. Dat denk ik dan. Laat iedereen gewoon zijn wie hij wil zijn. Maar is dat niet veel te... Zijn vrome moslims zeggen dat niet van ja, maar hartstikke leuk, joh. Maar hoe jij het bekijkt, dat is helemaal niet de bedoeling, joh. Kijk, als we kijken naar vroeger, hè, naar mensen hebben momenteel een slecht imago of slecht beeld van het kalifaat. Okay? Ja. Waarom? Omdat het eigenlijk gelinkt is aan IS. Maar als we kijken naar de voorgaande kalifaten, in die kalifaten was het bijvoorbeeld mogelijk voor de Joden om hun gouden eeuw mee te maken. Dus er was wel een interactie vaak tussen Joden, christenen en moslims. Onder een kalifaat. Dus uiteindelijk is het zo dat we naar de geschiedenis kijken en we merken dat Joden, christenen en moslims wel kunnen samenleven in het Midden-Oosten. En dat toen de Joden werden vervolgd in Europa, dat ze eigenlijk in Marokko, in de islamitische wereld, met open armen werden ontvangen. Nou, de moela van Palestina, die ontving Adolf Hitler alsof zijn broer was. Dat was eigenlijk in de context van de oorlog en... bondgenootschappen sluiten en dergelijke meer. Ja, dergelijke meer. Als je vriend bent met Adolf Hitler... kan je niet zeggen dat je een Jodenvriend bent. De Palestijnen waren in oorlog met Engeland. Ja. En toen is hij... Maar hij vertegenwoordigt de Palestijnen niet, of de Arabieren. Om te houden.
Ja, dan moet ik dat onthouden. Wij weten maar al te goed dat als Hitler de oorlog had gewonnen, dat wij ook misschien uitgeroeid werden. Ja, hij heeft wel eens geswetcht van dat ik dacht van nou, dan ga ik nu eens die Russen binnenvallen. Hier waren ze vriendjes. Voilà. Dus uiteindelijk is het zo dat Hussein dat hij helemaal zijn, de Palestijnen dus en de Arabieren niet vertegenwoordigt. Kennelijk door de eeuwen heen periodes zijn geweest waarin er een wat liberaler en vrijere interpretatie was. En nu dus kennelijk neigt het allemaal weer naar het radicale. Waarom? Omdat er onrecht is in het Midden-Oosten. Dictaturen, daarvoor kolonisme, Sykes-Picot Agreement, problemen, 66 jaar conflict tussen de Palestijnen en de Israëli's, niet opgelost. En ja, pakken het zo nog, onderbreek je nu even. Ja. We moeten even naar het nieuws van 1 uur. Dat gaat ook gewoon door, maar na het nieuws praten we nog eventjes verder. Ja, waarom niet? Zo is het ook. We vragen het zo met je verder. Nu even nieuws. 1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Brazilië heeft zittend president Dilma Rousseff de meeste stemmen gekregen bij de presidentsverkiezingen. Maar het is niet genoeg voor een absolute meerderheid, zo blijkt na het tellen van het merendeel van de stemmen. Daardoor is er een tweede ronde nodig op 26 oktober. Rousseff van de Arbeiderspartij zou zo'n 41% van de stemmen hebben gekregen. Haar uitdager in de tweede ronde wordt Aécio Neves, de centrumrechtse oppositieleider. Hij had volgens de berichten 35% van de stemmen. In Hongkong worden belangrijke overheidsgebouwen nog altijd geblokkeerd door betogers. Topbestuurder Leung eist dat er vandaag een einde komt aan de actie op de boulevard, maar er liggen nog duizenden betogers te slapen. Of ze over een paar uur bij het ochtendlicht willen vertrekken is niet duidelijk. Sommige betogers willen de ambtenaren door laten gaan zodat die naar hun werk kunnen. Anderen weigeren dat en willen onderhandelingen over meer democratische rechten. Nederlandse F-16's zijn voor het eerst boven Irak in actie gekomen. Er zijn 2 vluchten uitgevoerd met telkens 2 vliegtuigen. Er zijn nog geen wapens ingezet, zegt het ministerie van Defensie. Een Belgische F-16 heeft wel een bom afgeworpen. 2 Belgische straaljagers waren bezig aan een verkenningsvlucht toen er werd gevraagd om luchtsteun, omdat terroristen Iraakse veiligheidstroepen aanvielen. Het doelwit, een jeep en enkele strijders, werd door een GPS-geleide bom geraakt, zegt Brussel. Het is de eerste keer dat de Belgen een bombardement uitvoeren in de strijd tegen IS. Dan nog het weer. Het is meest bewolkt en lokaal kan er een bui vallen. In het noordoosten ook opklaringen en kans op mist. Het wordt vannacht 8 graden. Overdag veel wolken en plaatselijk valt een enkele bui, met aan zee een vrij krachtige zuidoostenwind. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne van de Radio Verboond. En ik ben dus Jan Roos. Ja, beeldje op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En wij praten nog even snel door over de wereld. De IS en het gevaar van aanslagen. Want daar wordt toch ook weer regelmatig mee gedreigd. Nieuws is dat mensen van de IS met elkaar aan het spreken zijn om terug te keren naar het Westen. En daar dus bommen te gaan laten ontploffen. Hoe groot is die kans? Aanwezig. En weet je ook toevallig waar ze dat doen? Daarom ben ik tegen het bombarderen van Irak en Syrië. Omdat de kans groter wordt op een aanslag. Ja, maar je kan daar toch ook niet toestaan dat ze hele bergen met jihadis afslachten? In 2003 werd Irak aangevallen onder valse voorwendsels. Ja, daar ben ik met je eens. Massavernietigingswapens werden nooit gevonden. Nee. Vermeende banden tussen Saddam en Al-Qaeda waren ook niet. Nee, daar ben ik met gevonden. Je eens. En uiteindelijk heeft de VS met die ingreep, met die tussenkomst, toegestaan dat Al-Qaeda een basis kon oprichten in Irak. Maar laten we kijken naar de afgelopen jaren. Toen zijn de Soenieten in opstand gekomen tegen het centraal gezag om eigenlijk meer rechten te eisen. Niemand keek naar hen. Uiteindelijk was dat de voedingsbodem van de IS. Hadden de Soenieten hun rechten gekregen? Ze vroegen eigenlijk om in de politiek mee te doen. Maar ze werden genegeerd. En, maar dat heeft ook een geschiedenis. Hè? Want Saddam Hussein was met zijn kleine Soenitische minderheid de baas van het land. En die onderdrukte de Shiiten. En toen zijn kop eraf ging, hebben ze de boel eigenlijk omgedraaid. Maar een politieke leider zoals al-Maliki had zich niet sectarisch moeten opstellen. Nee, natuurlijk niet. Daar ben ik met je eens. Maar snap je, dat is wel de geschiedenis. Ze hebben gewoon de boel omgedraaid. Voor het nieuws hadden we het over onrecht. Is dit nou het soort onrecht waaraan
de groeperingen als IS, zeg maar, hun motivatie en het recht ontlenen om... We mogen niet vergeten dat IS-strijders en dergelijke meer, dat zij uiteindelijk ook gebombardeerd werden in Fallujah met fosforbommen, dat zij gemarteld werden in gevangenissen. Dus schakel gewoon die voedingsbodem uit. En ik zie eigenlijk dat er een politieke oplossing is in Irak. Een soort van confederatie. De driedeling, denk je aan Koerden, Soenieten, Sjiiten. Ja, maar laten Soenieten zelf hun problemen oplossen. Waarom moeten wij bommen gooien? Ja, maar waarom moeten mensen die hier geboren en getogen zijn en alle kansen hebben gekregen daarheen om daar bloedbad aan te richten en daarna terug te komen om hier een bloedbad aan te richten? Weet je, wat is, waarom zou je als Nederland... Vaak zijn een meerderheid zijn de Marokkanen bij ons die erheen gaan. Nou, ik zou je vertellen, Nederland ligt net zo ver van Syrië af als Marokko. Qua kilometers. Ik bedoel, waar moeten ze daarheen? Waarom trekken ze dat zich zo aan? Kalifaat. Ja. Onder hun eigen waarden en normen leven. Dan gaan we terug naar de sharia, die ze niet kunnen implementeren in België. Ze willen dat daar. Dus uiteindelijk is het zo dat de meesten ook niet willen terugkeren. Dat moeten we niet vergeten. We hadden ook al vastgesteld eerder in het uur dat jij zegt ook, als je je niet wil conformeren aan de regels die in de samenleving zijn, je wil echt dat, dan moet je ook weg. Dan moet je ook emigreren, moet je de consequentie als trekken van je... Als ik mij niet gevoel in België en ik wil onder mijn eigen waarden en normen leven, en dat is alleen mogelijk in een land zoals Jordanië bijvoorbeeld, dan vertrek ik toch. Maar je vindt het dus onzin dat wat de Nederlandse regering doet, is namelijk de paspoort afpakken, zodat je niet kan gaan. Dat is toch onzin? Dan creëert je eigenlijk zelf het probleem. Het antiterreurbeleid leidt ertoe dat mensen gaan radicaliseren. Ja, ik zou zeggen, doei, ga maar lekker paspoort inleveren en veel plezier. In het begin hebben ze dat gedaan. In het begin waren de Belgische en Nederlandse strijders eigenlijk objectief bondgenoten van het Westen. Ja, toen waren we nog tegen Assad. Het is een spelletje. Uiteindelijk zijn die jongeren een klein onderdeel van heel het probleem daar. Nou, het is een lastig karwei. We hebben een politieke oplossing, zowel voor het Palestijnse conflict als voor de IS gevonden. Ik denk dat we een mooi stukje werk geleverd hebben. Ja, we gingen werken aan een doel. Hebben we het doel bereikt ook? Nou ja, als Montasser gelijk krijgt, zijn we aan het eind gekomen. Nou, dat is fijn. Politiek kunnen we het probleem oplossen. Waarom bommen gooien? Bommen creëren nog meer problemen. Ik ben altijd wel voorstander om een fascist uit de weg te ruimen, als ik heel eerlijk ben. U zal daarmee automatisch ook burgers raken. En dan wordt het probleem nog groter. Ja, maar als ze met z'n allen terugkomen en ze gaan hier alle burgers opblazen, is het probleem ook weer groter. Waarom keren ze terug? Ja... Nou, weet niet. In ieder geval, mag ik je ontzettend bedanken dat je er was. Laten we het hier op positieve noot afsluiten. Het hele stuk naar België moet u nu weer terug. Ja, daar kan niks aan doen. U moet gewoon weer terug naar uw eigen land. Voilà. Mag ik bedanken dat u hier was? Ik vond het erg interessant. Hartelijk bedankt voor je komst. Wij gaan nu verder met het feest dat de Nederlandse competitie heet. En als de vrijdag speelt Oranje tegen Kazachstan. Hele andere dingen voor het laatste voetbalnieuws. Snel naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo. Een hele goede nacht, Leo. Een hele goede nacht. Dat is jammer. Je legt hem helemaal af zonder dat je er een soort... minaret geluid bij maat. Nee, maar dat was geen minaret. Dat was jawel, gewoon... die zat er ineens tussen. Godverdomme. Dag Leo. Ja? Een hele goede nacht. Ja, een hele goede nacht Jan. Hé, wat nou raar is, hè? Dat gekke Vitesse. Wat is daarmee aan de hand, joh? Hè? Dat gekke Vitesse. We zijn toch een voetballer hebben, toch? 6 doelpunten, alweer. Ja, nee, ze schieten nu de kansen die ze ook in die andere wedstrijden creëren er gewoon in. Moeten we niet een beetje voorzichtig toch weer serieus gaan nemen in de ranglijst? Nee, joh. Nee. Ja. Het is allemaal zo opportunistisch, weet je. Eén goed potje en jij denkt dan weer dat mensen de Champions League kunnen. Stel je vraag aan Jan of aan Jan? Ik stelde die vraag aan jou. Oh, ja. Nee, dan hou ik even mijn mond. Ook goed. Ja. Nee. Ja, maar misschien was het een ongepaste vraag. Jan is toch een soort scheidsrechter in dit onderdeel. Nee, ik hou mijn mond wel. Ook goed. Oké, hij is mond. Scheidsrechter. Nou ja, weet je wat de goede vraag is. Het is wel de week van de scheidsrechter de komende week. Nee, de meen. Oh, leuk. Ja, net nu er geen wedstrijden zijn, is het de week van de scheidsrechter. Nou. Hey. Nee, maar serieus, het is echt zo. Ja, nou in. Oh. Ja, weet ik het. Ja, maar wat? Ook maar wat. Nee.
Jullie beginnen over scheidsrechter, ik niet. Ik begon helemaal niet over scheidsrechter. Maak ik nog een bruikbaar bruggetje? Ja, ik maakte het nog helemaal. Ik zei niks over scheidsrechter. Ik vroeg alleen af. Ik vroeg. Ik zei niet wat Jan zei. Jan zei dat jij scheidsrechter was. Maar op zich mag je voor mij nu best even. Maar er zijn toch even de twee zei toch iets over scheidsrechter? Ja, dat is wel zo. Maar ik niet. Want kijk, het punt is dat Jan zegt: nou, Vitesse die maakt doelpunten, dan worden ze kampioen. Zeg ik, ik vind dat wat opportunistisch. Waarop jij zegt: is die vraag aan mij of niet? Waar heb ik zeg? Nee, ik hou die vraag aan Jan dus, of aan Jan. Ja, of dus aan ik zeg, mij. Dan hou ik wel even mijn mond een tijdje. Heb jij een hot Coldrex of zoiets dergelijks? Ja, het is wel goed samengevat wat er nu gebeurd is. Ja, nee, daarom. Dus dan zou het aardig zijn dat jij antwoord geeft. Ik let wel op. En ik hou wel even mijn mond. En jij stelt gewoon een normale vraag, Jan. Ja, top. En dan Leo geeft het antwoord. En dan ik hou mijn mond wel even. Ik heb een hele opportunistische vraag. Ja, nu, Gaat Vitesse nog nou weer mee voor de ranglijst, voor de top van de ranglijst? Nee, dat zou je toch niet vragen? Ja. Nee, maar daarom zei ik nu dit. Dat vind ik zo opportunistisch. Ja, je gaat ook gewoon zeggen van, nou, hoe vind jij dat, Leo, of zo? Ja, hoe vind jij het, Leo, of zo? Hoe vind ik wat, eigenlijk? Van Vitesse, bedoel je? Ja. Nou... Daar hebben jullie wel een punt. Ja, dat dacht Dankjewel. Ik. Dankjewel. Nou. Hey, trouwens, zal ik je wat vertellen? Zal ik je wat leuks vertellen? Doe het als. Kijk, ik kan wel heel moeilijk doen dat ik hier een soort hele objectieve sportman ben. En dat mij helemaal niet uitmaakt wie er weet. Ik ben gewoon voor Ajax. Dat is gewoon zo. Ja, dat is mijn hele leven. Zo kan ik niks doen. Maar ik zal je vertellen, ik ben opgevoed met het idee dat je dan een hekel aan Feyenoord moet hebben. Zo werkt dat. Dus je bent voor Ajax, je bent hekel aan Feyenoord. Maar ik begin steeds meer van Feyenoord te houden, joh. Dat is toch niet normaal wel? Ik zie hier wel geen bezwaren ook verder, hoor. Nee, maar ik vind het leuke ploeg, man. Het is een leuke ploeg, hè, Leo? Nou, ze hebben tegen Groningen wel goed gespeeld, ja. En hartstikke leuk dat ze in de Europa Cup nog even wisten te winnen van Standaard. Dus dat was wel even lekker 3 keer in de week winnen voor Feyenoord. Ja, dat Standaard was ook niet best, vond ik, hoor, trouwens. Nee, het was een wedstrijd vol met fouten, maar ja, dat maakt het uit. Kuip, ja, er werden veel standaardfouten gemaakt. Standaard situaties. Mag ik er nog even op wijzen dat ik had voorspeld dat het een gelijkspelletje zou worden van Ajax bij Apoel? Ik moet eerlijk zeggen, dat verbaast me niks. Want ik heb net al gezegd dat ik voor Ajax ben, maar nou, dat verbaast je vooraf wel wat vorige week, maar nu dus achteraf weer niet. Nou ja, dat ze Ajax mag blij zijn dat ze een keer niet verliezen van PEC. Nog dat Ajax zou winnen en ik zei nou. PEC is de PEC. We hebben het over Apoel, hè? En we hebben over Apel. Ja, dat was inderdaad. Ik dacht, Pek. Een beschamende P-E-C. Vertoning, maar heet zoiets. Van Apel. Ja, nou, van Ajax ook. Nou, dat was meer een B-poel. Ja, ik denk niet eens. Nou, ik hoor geen klap. Nee, ook niet. Ik denk dat de kabouter, dit is zelfs de kabouter te gortig wordt. Ja, die vindt dit zelfs helemaal niks. Ja. Even serieus, bij PSV, die winnen dan vandaag toevallig wel, maar heeft die Cocu daar geen problemen, joh? Want die heeft het wel heel slecht gedaan, hè, in Moskou daar, met wisselen en doen en zo. Cocu kan er gewoon helemaal geen kloten van. Op jouw eigen charmante, ongenuanceerde manier. Inderdaad, Cocu kan er toch geen kloten van, Leo? Hoe bedoel je ongenuanceerd? Dat is toch niet ongenuanceerd? Cocu kan er gewoon geen kloten van. Hé, Leo, Cocu die kan er toch gewoon geen kloten van? Nou, ik denk dat hij er wel moeite mee heeft om wat facetten van trainers zijn uit te voeren. Ja. Ik denk dat hij het gewoon wel leuk vindt, maar de passie is een beetje... Ja, maar dat is net als je ligt te wippen met iemand die het wel leuk vindt. Dat is ja, wel leuk. De kunst van het wisselen is toch best wel belangrijk voor een trainer, Leo? Ja, dat is ook zo. Mijn dochter is trouwens aan het wisselen. Wat zo slecht is voor PSV, en ik bedoel dat... Niet negatief. Zo, hoor je die? Nou, ik was even aan het Leo aan het luisteren. Hij snapt hem. Maar uiteindelijk begreep die kabouter dat er dus een grap werd gemaakt. Duurde even. Ja. Maar hij gebruikte... mijn dochter is ook aan het wisselen. Het ging over de tanden. Ja, begrijp ik. Maar ik ben borderline geneigd om te zeggen dat ik het leuker vond wat Leo te vertellen was. Theo dat vertellen was dan jij, Jan. Oh, sorry Theo, dat ik er vind. B.O. Leo, ga verder met je verhaal. Het was heel interessant. Ja, nou ja, kijk, Cocu is een trainer die, ik kan er ook niet zo precies hoogte van krijgen. Maar wat in ieder geval wel duidelijk is, dat deze jonge groep van voetballers, die hebben een trainer nodig die met harde hand regeert. Ik denk dat iemand als Louis van Gaal, voor die jonge jongetjes die daar voetballen,
veel beter trainer zou zijn dan, dan Cocu. Want Cocu ja. die legt allemaal verantwoordelijkheid neer bij die jongens. En, ja, en vindt dat het allemaal maar uit hun moet komen. Ja, maar dat zit daar niet in. Met... Hey Leo. Ja, ik heb wel eens over een bepaalde trainer een beetje vervelend gedaan over zijn manier van praten. Maar dat doe ik niet meer. Anders neem je ontslag. Maar bij Cocu denk ik altijd, hoe kan je nou een man serieus nemen met een wipneus? Dat denk ik. Mag dat ook niet? Nou. Ik vind het een boeiende vraag, Leo. Zeg eens. Ja, dit is een constatering van Jan, volgens mij. Nee, maar neem jij een man... Ik heb hetzelfde met een man met een zacht G. Je kun je 2 meter breed zijn, maar ik denk nog steeds, jongen. God, oh god, wat gaat ik heel berg. Dat denk ik, doe eens normaal, joh. Maar een man met een wipneus. Ja, kan je niks aan doen. Net als een spraakgebrek. Maar ik denk, een man met een wipneus, denk ik altijd... Jongen. Nee, maar dan sta je voor zo'n groep. Maar je staat dus voor zo'n groep en dan zeg je... Oh jongens, nu ben ik echt boos. Ja. Dan kijk je dus naar een man met een wipneus. En wat vind jij dan van mannen die interviewen met heel dun blond haar en een zwarte bril? Oh, heel dun blond haar. Ga je echt... En een zwarte bril, wat vind je daarvan? Je gaat me dus op mijn genetische problematiek omtrent haar ga je zitten. Je gaat zitten op mijn visuele handicap. En ik mag het niet hebben over iemand die slist. Nou. Nee, ik heb het over het algemeen. Daar heb ik niks op tegen, Leo. Maar jij voelt je aangesproken dus. Wat een makkelijke manier om mij in de hoek te zetten. Stigmatiserend. Zo noem ik dat. Ja. Hey, Van Gaal, die heeft wel weer gewonnen. Ja. Nou, dat is toch al 2 keer achter elkaar. Ja, ik weet niet of jullie er iets van gezien hebben. Van nee, ja, natuurlijk. Ja, helemaal uitgekeken. Ja, was hartstikke leuk. Everton, hè? Ja. Heb je serieus gekeken of heb je niet gekeken? Nou, ik heb wel gekeken, maar of ik dat serieus deed, weet ik net niet. Zullen we het houden op nee? Dus misschien kun je het even vertellen. Nou ja, het was echt heel spectaculair. In de laatste minuut nog prachtige redding van die keeper De Gea. Dus dat was echt heel mooi. Weet je wat mij zo opvalt, Leo? En ik denk dat het nu een beetje de kant op gaat zoals in de tijd toen met Bayern München. Een hele moeizame start. Ja. Dan 1 of 2 wedstrijden achter elkaar waarin het een beetje mee zit. Dat was vandaag ook zo, want het was eigenlijk meer een wedstrijd die gelijkspel... Had moeten zijn, maar dan hadden ze een beetje mazzel. En van daaruit 2 overwinningen op rij nu. En een kampioen. Nou, ze staan nu keurig op 4e plaats boven Arsenal. Nee, ze worden gewoon kampioen, joh. Hé, man, wie is een hele goede trainer? Vind ik echt, hoor. Ik ga er niet lullig over doen, joh. Hé, maar zal ik je maar vertellen? Ik vind dat die Daley Blind, jongen. God. En die speelde niet zo best vandaag. Dat is jammer. Als je nou gekeken had, had je dat geweten. Ja, ik wilde net zeggen dat hij zo onwijs goed speelde, maar dat is Maar hij was echt niet goed vandaag. Ja, vandaag had hij even een slecht dagje. Hé, hey, Leo, luister. Hij zei zelf ook, het was niet zijn beste wedstrijd vandaag. Leo. Je had dus dat nieuwe Morsecode. Dat is een aandachttrekkerij, dat ik er even bij tussen kom. Leo, luister eens. Hiddink wil jonge spelers en 4-3-3 tegen Kazachstan. Wat gaat het worden, een benauwd gelijkspelletje? Nee, dat gaat Nederland uitgebreid winnen. Oh. De moeilijke wedstrijd komt daarna. De IJsland uit. Altijd lastig. Maar daar kunnen we het volgende week nog over hebben. Dat is toch op maandag? Ja, zeker. Hey, wacht maar, even. Ik denk dat Nederland de Kazachstan wordt 3-0, 4-0. Hé, daar heb ik geen klote van. Heel makkelijk naadje. Ja. Ik vind... kijk, ik ga nu ook... Rob is terug, hè? Dat is, wie is terug? Robon, ja. Robon? Ja, Robon. Hey, Leo, zoals je ziet heb ik vandaag een warme dag. Ik ben vriendelijk voor iedereen. Zelfs jij kan mij mijn haar en mijn bril aanspreken zonder dat ik boos word. Dus ik het over jouw haar en jouw bril, dat gewoon het algemeen over... Nee, het is gewoon flauw hoe je dat doet. Maakt me niet uit, maar ik vind het wel flauw. Maar goed. Nee, maar het was gewoon een algemene opmerking van... jij begint met... jij kan een trainer met een witneus niet serieus nemen of met een zachte G. Dan denk ik van... Ja, wat vind je van slaggevers met dun blond haar en een zwarte bril? Hoezo dat dunne? Waar moet dat dunner erbij? Is dat echt nodig? Nee, maar dan vraag ik me dan... Als je goed kijkt, lijkt jij ook wel wat op die compositiefoto trouwens. Ja, van die gebakbedreiger van de mol. God, wat grappig. Ja. Nee, ik vind het gewoon niet leuk dit, joh. Je was bezig met iets zeggen. Ja, maar Leo, die maar plaat... misschien moet je het toch even vaart weer maken. Oké. Doe maar. Het is toch wel een einde van een tijdperk, hè, nu Dirkie Kuyt stopt bij Oranje. Ja,
Ja. Ja, einde van het tijdperk Kuit. Maar vond jij het stiekem niet eigenlijk altijd niet, een waardeloze voetballer? Einde van het tijdperk Zuurbier. Nee, maar Jezus, wat een domme opmerking. Als iemand stopt, is het altijd het einde van zijn tijdperk. Ja, dat klopt, ja. En hoef je toch niet te zeggen dat het zijn einde is? Is het einde van het tijdperk? Dus ja, natuurlijk is het einde van het tijdperk. Hij stopt. Ja, maar hoef je toch niet te zeggen. Ja, het is wel het einde van het tijdperk van Dirk Kuyt. Weet je dat? Alleen maar te zeggen. Is dat niet het einde van de tijd van Sunday Odyssey? Dat kan ook zo. God, zal me kraken. Ik krijg hier toch eens de vlektype. Het is een hele makkelijke vraag. Het is een spannend tijdperk. Vond je het een interessant tijdperk? Was het een waardeloos tijdperk? Zijn stomme boeren uit Katwijk die per ongeluk drie ballen geschopt heeft? Wat voor tijdperk hebben we het eigenlijk over, Jan? Nee, Leo. Leo. Ja? Wat voor tijdperk hebben we het eigenlijk over als we het hebben over het tijdperk Kuyt? Nou, Sunday Odyssey. Waar komt Sunday Odyssey vandaan trouwens, joh? Ja, dat was een goede middenvelder. Had een hard schot, hoor. Sunday Odyssey, maar dat is helemaal geen middenvelder. Dat is normaal. Zo, nou. Maar goed. Nou ja, Dirk Kuyt heeft uitgebreid afscheid genomen. Al 5 jaar lang. Maar aan het eind zei hij van nou, als ze me nodig hebben, dan ben ik er hoor. Ja, ja, precies. Ja, 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 dat heeft hij gezegd. Hey Leo, heb jij al gestemd op Echte Janne voor de radioring? Want we gaan heel goed, hè? We kunnen winnen. Nou, dan heb je mij toch niet nodig? Jezus. Het zou wel aardig zijn. Dat is toch vriendelijk? Ja. Ja, maar wat zijn de andere kandidaten? Weet ik veel. Nee, Leo, moet je horen. Kijk, als er ooit een verkiezing voor sportcommentator van het jaar komt, maken we er ook geen flikker uit welke anderen meedoen, dan stemmen we toch gewoon op jou. Ja, niet één keer, maar twee keer. Ja, dat is loyaliteit, weet je wel. Ja, maar Leo is niet zo loyaal. Ik heb je laatst gewoon, ik heb je van de week gehoord en ik dacht, weet je wel, ik snap er niks van het commentaar, maar ik denk wel, dat is Leo, dus vind ik het heel goed, gewoon automatisch. Ja, even die interlands denk je toch? Feyenoord stond het lijkt wel het eerste kwartier was, hè? Ja, dat was je niet. Ja, nee, weet ik. Ja, dat was uit Hilversum. Ja, nee, maar... Ja, dat vond ik wel heel leuk op Twitter. Het stond wel wat. Ja, het eerste kwartier was best ooit. Vind ik wel mooi. Ja, grappig. Maar... Ik denk dat we maar op moeten hangen, want ik vind het... Nee, maar Leo snapt het wel. Dat hij gewoon nee, maar dit is wel erg nachtkaarsradio, zeg. Jezus, wat saai. Dag Leo! Hey, wat kan het nou schelen? Weet je hoe laat het is? Het is tot verdomme bijna tijd voor de weerman. Ja, dat is wel waar. Nou, ja, dat is toch veel saaier. Een beetje reflecteren, een beetje bezinnen, een beetje beschouwen. Ja, weet je wie trouwens... Beetje de wereld bezien door een roze bril. Ja, dag Leo. Wie wordt er kampioen? Ja, Twente, hè. Nog steeds ongeslagen. Wel mooi, 2-2 vlak voor tijd, hè? Jammer. Ja, dat was wel jammer. Maar ja, iedereen verspeelt punten aan elkaar. Dus Twente is gewoon aan het eind van de rit de kampioen. Nee, helemaal niet. Dag Leo. Dag Leo. Oh, ik wou nog wat zeggen over... Nou, dat doe ik volgende week dan. Ja, doen we volgende week maar. Dag. Ja. Hoi. Sunday Odyssey. Mooie voetballer. Verdediger. Ja, dat weet ik ook wel. Maar hij speelde vaak op het middenveld. Voor een verdediger. Voor ongeluk dan, hoor. Nee, met die grote afstandsschoten deed hij toch vanaf het middenveld? Grote afstandsschoten? Ja, een hele grote afstand. Heb je wel eens een klein afstandsschot gezien? Ja, dus een... Wesley Sneijder maakt altijd klein. Dat is... Nee, helemaal niet. Maar bijvoorbeeld een penalty kan je een kleine afstandsschot doen. Ja, zo. Ja. Goed. Nou, dag Leo. Ja. Ja hoor. Dag. 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 Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Hij laat vrouwenharten snel kloppen. Oh. Onze Martina. Martin is niet van die mannenliefde. Maar ik gun die homo's een prachtig leven. En alle vrijheid die bij ons mooie vrije Westen hoort. Ik was dan ook heel blij dat ik hoorde dat in Amsterdam-West een speciaal oertje voor die harige nicht is ingericht om met elkaar lekker te zwemmen. Ik zag ze al lekker die roegkrol bij elkaar doen, die vuile roegetoefters. Maar wat blijkt? Die zwembad heeft geen speciaal uurtje voor de besnorde pootjes, maar voor Marokkaanse en die Turkse mannen. Een zwembad in Nederland sluit die Nederlanders uit. En die grote grap is dat die zwemavonden ook nog worden betaald met die subsidie. Dus apartheid in het water. Dat is toch niet te geloven. Niet alleen dat die Turken en Marokkanen liever met hun eigen volkje zwemmen, maar dat daar ook nog eens geen vrouwen bij zijn. Waar moet je toch godverdomme naar kijken? Naar die behaarde red van Mohammed, die behaarde vette pens van die Ahmed, of die behaarde bovenlip van Ali. En dat, lieve luisteraars, is nou precies waar dit zwemuurtje om gaat. Het zijn gewoon
islamitische kastpoten die daar tegen elkaar liggen te vlinderslagen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Zet dan gewoon een bord op die deur. Vanavond is het bad alleen open voor die islamietjes. Deze week viel een prominent SP-lid, staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan tijdens een werkbezoek van een bewindsman aan het Brabantse Oosterbeek. Landelijke kopstukken van de SP vonden het niet nodig afstand te nemen van de actie van hun partijgenoot. Reden genoeg om Renske Leijten ter verantwoording te roepen in het Haags geluid. Het Haags geluid. Hele goeiedag, de Renske Leijten van de S. Hey Jan. Hey, ben Renske, ik ben er ook. Hallo. Dat klonk net zeg, als een kip. Zeg Renske, die hey, gast, wat is er? Dat klonk toch net als een kip? Het klonk als een kip, ja. Die kerel die staatssecretaris Van Rijn op klaardig gedacht heeft aangevallen, hè, zijn orders wat afgetrokken heeft, die Peter Lichtvoet. Hebben jullie die nu al uit de partij geflikkerd, of niet? Oh, heet hij zo? Nee, dat wist ik niet. Dat wist toch wel. Hij is een hele beroemde gemeentepoliticus. Hij had zelfs op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen voor jullie afgelopen maart. Oh ja, dat kan best, maar ik was in maart met iets anders bezig om heel eerlijk te zijn. Eten we toch, baby krijgen. Ik wist niet dat hij zou eten. Ja, maar Renske, je staat bekend als een hele warme vrouw. Of zeg ik nu iets wat... Nee, nou, dat mag je best zeggen, ja. Bij mij ook, hoor. Ja. Zonder meer. Nee, maar ik denk... Pacifistisch type ook. Nee, maar een warme vrouw. Een warm mens. Ja, en dan ga je goed praten dat zo'n man aan de oorlel van de staatssecretaris gaat hangen. Dat vind ik raar, dat moet je uitleggen. Nou, kijk, weet je, de vraag was die ik kreeg was, heb je het filmpje gezien? En toen heb ik gezegd, ja, daar heb ik hartelijk om moeten lachen. Want als je het filmpje kijkt, dan zie je dat het eigenlijk een beetje, ja, een opwelling is. Ik heb ook wel eens dingen in opwelling gedaan, Renske. Dat heeft me drie keer opgeleverd. Mag ik even antwoorden? Oh, sorry. En de staatssecretaris reageert er hartstikke goed op. Echt gewoon, weet je, op een hele rustige manier. Yeah. En daarmee is het een heel grappig voorval. En wat is de volgende zin geweest die ik heb gezegd? Maar natuurlijk trek je iemand niet aan zijn oor. Oh. Want natuurlijk doe je dat niet. Maar dat hele gedoe alsof ik dat allemaal goed zou keuren is flauwekul. De vraag die ik had was, wat vond je van het filmpje? Daar heb ik echt hartelijk om gelachen. Dat neem ik ook niet terug. Maar natuurlijk moet je nooit problemen oplossen met fysieke dingen, weet je wel. Omdat je ook een beetje de Kamer erop aangesproken bent, dan gezegd van, nou ja, dat kan natuurlijk inderdaad niet. Dat vind ik wel allemaal wel. Dat heb ik ook die dinsdag gezegd. Maar vind je het een beetje raar dat de grote baas dat niet ook even doet? Want het is toch redelijk opmerkelijk. Het is toch een beetje alsof je eigenlijk, kennelijk maar goed vindt dat Joch Rijp onze staatssecretaris maar beet en de volgende keer komt er een gek met een mes, of niet? Nou, echt. Want iedereen is heel boos natuurlijk, hè? Die zorg wordt kapot gemaakt door Van Rijn. Is de persoonlijke van het kwaad. Dat is en... ook zo. Het is hartstikke emotioneel onderwerp. En daarom maar dan nog steeds. Het begin mag je nog steeds nog helemaal geen geld aan gebruiken. Je maakt het echt veel groter dan het is. Het is een storm in een glas water. En daarom heb ik ook echt afgelopen vrijdag wel een beetje moeten lachen om Plasterk met dat hij van zijn stoel viel. Als het echt zo'n groot ding was geweest. Ja, je hoeft één ding hoeft niet zo bang voor te zijn. Dan Plasterk valt ook niet van zijn stoel. Hij komt echt niet uit de stoel, hoor. Die blijft gewoon wel zitten verplast. Als het nou echt zo'n groot probleem was geweest, dan hadden ze er woensdag al een probleem van gemaakt. Ja, je hebt gelijk. En Plasterk wordt gewoon een vraag gesteld en die kan er fijn mee aan het nieuws komen. Prima. Oh. Natuurlijk vind ik niet dat je mensen aan oren moet trekken over andere dingen. Maar mevrouw Leijten, zegt u nu dat... Het was best een grappig filmpje, geef toe. Ik vond het enig. Maar mevrouw Leijten, zegt u nou dat Ronald Plasterk maar gewoon een aandachtshoer is? Nee, dat zeg ik niet. Maar als het echt een groot ding is... Als het echt zo'n groot probleem was. Nee, maar u zei toch net van dan. Dan had hij niet 3 dagen gewacht. Oh, dan had hij dezelfde dag. Dus het was ook wel een beetje gelegenheid. Is het ook een beetje. Wat we lazen gisteren in de krant van de PvdA'ers. Die overal en nergens op zoek naar baantjes zijn. Liefst voordat de provinciale statenverkiezingen volgend jaar zijn. Dat ze wel aanzien komen dat het weer op het debakel gaat uitlopen. Zou die aandachttrekkerij van Plasterk daar soms iets mee te maken hebben? Oh, ik heb geen flauw idee. En weet je, want het is dus de afgelopen week gebeurd... Dat als iemand zei dat ik geweld goedkeurde... dat ik dat dan moest weerspreken. Dus ik zeg nu ook even... ik heb niet gezegd dat het aandacht... Weet je, ik bedoel, haal op. Ja, je zei net wel dat het een aandachtshoer is.
Dat zei je. Nou, ja, even wachten, Renzo. Ik hoorde het woord, aandachtshoer niet direct. Nee, maar het kwam wel een beetje opnieuw dat de minister misschien een klein beetje... Mevrouw Leijten, ik wil even... Ik ga een onafhankelijk persoon eventjes vragen. En dat is niet Jan, dat is niet ik. En dat bent u ook niet, want u heeft net dat zelf gezegd. Vraag het de kabouter. Kabouter, zei mevrouw Leijten nou dat Plasterk een aandachtshoer is? Ja. Nee. Ja, zie je? Oh, ja, jongens. Gooi mijn persbericht eruit, jongens. Oepa, gooi mijn persbericht eruit. Maar, SP, dus, dubbele punt, ja, Plasterk SP is een aandachtshoer. En geweld, prima. En knijp zijn oren maar van zijn harses. Nee, maar het grappige is een beetje, jullie staan toch een beetje te boek als pacifistisch en zo. Ook al een beetje van... Jawel, want ze hebben... Het is een oud-Maoïstische partij, die nog even op dat pacifistisch is. Ja, dat weet ik wel, maar het zijn wel bijna het enige in Nederland die zeggen... Nee, wij vinden militair ingrijpen tegen de IS niet goed. Ja, dat is toch niet pacifistisch? Nou ja, dat zou je als pacifistisch kunnen opvallen. Is dat pacifistisch, Renske? Nee, dat is niet ingegeven uit pacifisme. Oh, gelukkig. Want wij zeggen ook van wat. Heb je toch gelijk, ja, niet pacifistisch. Nee, maar wat er nu bij Kobani bijvoorbeeld gebeurt, daarvan zeggen we daar iets gaat er wel gerechtvaardigd. En we hebben ook eerder andere militaire missies wel gesteund. Nee, bij de missie nu tegen IS hebben wij gezegd: gaat dit werken? Want je kunt wel denken, we moeten iets doen, dus we gaan bombarderen. Maar los je daarmee het probleem mevrouw, op? Mevrouw Leijten? Als wij er dan uitkomen, dan denken wij, nee, dan los je het probleem niet op. Maar hoe dan wel? U bent nu wel voorstander van dat we daar in Kobani gaan helpen. Zegt u dat nou? Dat zei ze wel degelijk. Ja, wanneer daar genocide dreigt, dat ziet er naar uit, ja. Ja, dan moeten we helpen. Dus u bent voorstander van om in Syrië te gaan bombarderen dan? Want dat is in nee. Syrië. Ja. Ja, dat is in Syrië. Jawel. Ja, joh, dat is in Syrië. Dat is in Syrië. Bijna bij de grens met Turkije. Kabouter, maar... oh, ja, nee. Gooi me maar in! Okay. Is wat heel vermoeiend, dit hoor. Dames en heren, jongens, mij zegt hier aan de luisteraars. Het is niet te wat? Het is echt geen scoop. De Harry van Bommel afgelopen vrijdag ook al gezegd. Is in het debat ook gewoon gezegd. Geen scoop. Dat beter op moeten letten. Nou, Jan, is mevrouw Leijten klinkt nog een beetje boos. Gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraars, dat is niet te geloven, maar Renske Leijten, nummer 2 van de SP, heeft zojuist minister Plasterk een aandachtshoer genoemd. Ja, dan krijg je die. Ja, dan krijg je dat. Nou, goed. Krijg je dat weer? Ja, god, jezus. Maar, wacht ik nou even. Ik heb nog een vraag, Jan. Ja, en? Hoe moet je het dan wel aanpakken? Wat gaan we dan doen? Praten met die mensen van de IS? Nee, zeggen, jullie moeten geen mensen ombrengen. Dat is allemaal zo vervelend. Doe het nou niet. En hoe moet het daar verder zo? Ik denk dat je niet met de mensen van IS kan praten. Oh, maar ik denk dat je vooral moet kijken hoe je de steun... Want hoe erg het ook is wat ze doen... Ze hebben wel veel steun onder de Iraakse bevolking. Hè, onder de bevolkingsgroep waar zij ook toe behoren. Je zou dat moeten proberen te isoleren. En dat is dus door die bevolkingsgroep... meer machtspositie te geven vanuit de regering. Maar... Met IS moet je vooral zorgen dat ze nu geen inkomsten meer hebben. Zij kunnen hun olie zo'n beetje aan iedereen verkopen. En je zou dat af moeten snijden. Dus dat ze in ieder geval geen middelen meer hebben om de oorlog te voeren die ze voeren. En praten, dat is hooglijk naïef, dat moet je niet doen. Maar je moet dus wel zorgen dat je ze zo isoleert dat ze geen steun meer hebben onder de bevolking. Want als ze geen steun meer hebben onder de bevolking, kunnen ze niet doen wat ze nu doen. En die weigering, of althans jullie opinie, geen bommen is beter. Is dat ook niet een beetje ingegeven door de angst dat er misschien repercussies zijn in Nederland, voor Nederland? Nee, ja, dat is niet de primaire, overweging. Want het kan wel degelijk simpel zijn om militair in te grijpen en dat je daardoor hoger risico loopt. Alleen wij denken niet dat militair ingrijpen op dit moment de oplossing biedt voor Irak, voor de mensen die daar zitten. En uiteindelijk ook niet om IS en jihadistische, terroristische groepen zoals ze nu zijn, om die te bestrijden. Want ik denk dat het bombarderen ook wel weer juist heel veel kan recruteren aan die kant. En volgens mij moet je daar ook iedere keer naar kijken. En ik voel ook, hoor, als ik dat zie, dan voel ik ook van we moeten iets doen. Alleen, we moeten iets doen, moet niet altijd militair zijn. Nee, precies. We gaan allemaal gewoon een paar bommetjes insturen, kijken of ze het op wil lossen. Nee, je moet vooral zorgen dat ze geen inkomsten meer hebben en dat ze geïsoleerd worden van de bevolking. En maar dat doe je kopen wij die olie eigenlijk? Want die IS-olie... Het schijnt dat de Duitsers per ongeluk... Altijd weer die moffen. Je verwacht het toch weer. Ik
ik weet het niet precies, maar ik weet wel dat het natuurlijk gewoon... Ze bieden die olie niet alleen aan, maar het, ja, ze bieden die olie aan op de markt. Maar het schijnt echt dat degene die olie kopen in de wereld in de rij staan voor de olie van IS. Ja, en zolang dat natuurlijk zo is, ja, dan hebben ze gewoon de financiële middelen om zichzelf te versterken. Ja. En nog los van de steun die ze hebben onder de bevolking, die ze nodig hebben. Want je leest het ook afgelopen weekend weer in de krant. Waar zit IS eigenlijk? We weten het nog niet. Ze zitten onder de bevolking. Ja, zolang de bevolking ze beschermt, wordt het ook een hele moeilijke oorlog natuurlijk. En de bevolking beschermt ze omdat er steun is onder de bevolking. Hoe gek dat ook klinkt. Maar dat is wel zo. En als je dat niet oplost, dan kun je dit niet militair oplossen. Ja, misschien is het wel mogelijk om al die IS-types even aan hun oorlelletje te trekken. Nou, ik denk dat ze daar inderdaad achterover slaan. Ja, dat kan toch? Ja. Ja. Nu hebben we het over IS gehad. Nu hebben we het over, laten we zeggen... het geweld gehad, wat u goed praat ten aanzien van staatssecretaris. Ja, nu hebben we het gehad over minister Plasterk. Minister Plasterk. Aandachtshoer. Die was het toeviel. Ja. Dat het een aandachtshoer is. We hebben het al gehad over dat de SPE nu opeens voorstander is van bombardering in Syrië. Waar is nooit, maar nu wel. Ja. Maar dat zijn allemaal niet uw portefeuilles. Wilt u nog iets zeggen over uw portefeuille, maar dan wel kort? Nou, bijvoorbeeld het geneesmiddelenbeleid. Dat van de commissaris geneeskunde naar de commissaris interne markt gaat. Maar dat is een mooi probleem, toch? Ik vind het toch een beetje raar, hè? Want ik zeg maar tegen mevrouw Leijten van... Ja, zeg maar wat over je portefeuille. En dan ga jij heel specifiek focussen op geneesmiddelen. Ja, dan raakt die vrouw in de war. Is het beter in de war? Dat denk ik meteen. Van, zit daar nou een lobbyist van de geneesmiddelenindustrie? Ja, Jan is een lobbyist van de geneesmiddelen. Je zou bijna denken dat de lobbyisten van de geneesmiddelenindustrie, de Big Pharma, dat die in Europa wel een wit voetje hebben gehad bij Juncker. Of Juncker bij hun in ieder geval. Ja. Want hij wil dat namelijk naar industrie gaat, portefeuille industrie. Want dan kunnen de geneesmiddelenfabrikanten makkelijker subsidie krijgen. Oh, het is namelijk een zeer armlastige tak van onze... Ja. Van, ik bedoel... Horen we een stukje ironie? En de tabaksindustrie is een beetje de geneesmiddelenindustrie, de meest winstgevende die je hebt. Dus die moeten we vooral gaan subsidiëren. Maar onze minister Schippers die gaat er gewapend tegenheen, hè? Met een mandaat van het parlement, geen gesodemieter Juncker. Ja, luchtaanvallen, nee. Maar er is een meerderheid die in de Tweede Kamer die heeft gezegd, geneesmiddelen moeten gewoon onder gezondheidszorg blijven vallen. Daarmee kunnen we ook makkelijke eisen stellen die bijvoorbeeld gaan over openbaar maken van testresultaten en noem maar op. Nou, en dat gaat ze doen. Dus ik ga ervan uit dat zij dat en Rutte op het moment dat daarover gesproken wordt in Europa gaan zeggen van Nederland is er niet mee akkoord. En er zijn ook nog 7 andere landen in Europa. Dus het kan best zijn dat het nog verandert. Ja, gooi me maar in. Wat is er nu? Heb ik iets gemist, hè? Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraar. Het is niet te geloven, maar nummer 2 van de SP, Renske Leijten, heeft zojuist aangekondigd dat er een luchtbombardement moet komen op de EU in Brussel. Ja, dat zei ze. Zei het wel. Maar het zou ook een verspreking hebben kunnen zijn. Een verspreking. Ja, maar ja, dat is een grapje. Een grapje kan heel verkeerd uitkomen. Ja, dat hebben we. Ik zou vooral maar zeggen dat jullie de Telegraaf ook niet bellen hierover. Want voor je het weet, pak die het luistert, uit. Die luistert. Dus, ja, maar, ze zijn nu aan het nadenken over... Dan zit ik toch weer in de penarie, hoor. In de penarie. Niet in de penarie. Je zit op de prairie of in de penarie. Wat een rare, in de penarie. Zullen we er nog eentje doen, Jan? Hoe kan je nou in de penarie zitten? Ik heb nog eentje doen. Ik kan toch niet... Hé, weet je waar ik zit? Ik zit in de penarie. Ja, je hebt gelijk, sorry. Maar bij de Telegraaf denken ze nu, wat zal nu de kop zijn? SP, dubbele punt, bombardeer Syrië. SP, dubbele punt, Plasterk is een aandachtshoer. Ja. SP, dubbele punt, bombardeer Brussel. Ze weten het niet meer. Ik zou zeggen, echte Jan, dubbele punt, beetje dronken. Nou, ik zou je even vertellen, Jan is dronken, maar ik niet. Zo niet dronken. Hey, heb je al gestemd op de Gouden Radio Ring? Ja, maar dacht ik nou weer eens een keer een scoop te hebben. Nee, Gouden Radio Ring, heb je al gestemd op ons? Nee, weet je, ik heb geprobeerd te stemmen, maar dan moet je allemaal weer inloggen en je gegevens achterlaten. Ja, dat is weer een kutsysteem. Ja. Ik heb nog één zorgvraagje. Ja, ik moet het toch even uitloggen. We zijn door de tijd heen. Helemaal niet. De zorgpremies moeten omlaag bij de zorgverzekeraars die grote winsten boeken. Weet je wie dat zegt? Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester van de PVVA. Zij geeft verzekeraars die dat doen een bosje bloemen. En anders
gaat ze initiatiefwet doen om ze te dwingen? Vind je daar nou van? Nou ja, wij hebben dit jaar en vorig jaar en het jaar daarvoor, dus drie keer op rij, hebben we van Lea Bouwmeester gehoord dat ze dit vindt. Ik vind dat ook. En wij dienen dan een motie in om daartoe op te roepen dat de minister dat gaat doen en dan stemt ze tegen. Ja, precies. Dus het is een Lea Bouwmeester is gewoon hier. Zei jij nou dat Lea Bouwmeester... Aandachtshoeres? Nee, dat is een vrouw. Als ze dan een hoer zegt, gaat het helemaal mis. Nee, een hypocriete takketrut, zei ze. Oh, ja, dat hoor ik al. Nee, dat zei ik niet. Maar het is wel hypocriet. SP-dubbelpunt, Lea Bouwmeester, hypocriete takketrut. Kan ook op de voorpagina. Ja. Ja, ik denk dat we nou de hele Telegraaf al volgeschreven hebben. Wenske, ja, mag we je vreselijk bedanken voor een inhoudelijk ijzersterk en scooprijk item. Scooprijk kunnen we dat wel noemen, zeg. De ene naar de andere. Ik weet niet waar we moeten beginnen. Nee, de Telegraaf is gewoon volgeschreven. We hebben ons best weer gedaan, jongens. Ontzettend bedankt. Vreselijk bedankt. En slaap lekker. Dag Rens! Dag! Het Haags geluid. De liefdespanter houdt van de metafoor van de gast in het huis. Dagboek van de liefdespanter. Het is en blijft een mooie metafoor, die van het huis en de gast en de regels. Niemand die zal betwisten dat je, als je ergens te gast bent, hebt te gedragen volgens de huisregels van je gastheer. Dat is beleefd. Je bent immers op zijn terrein en het doet niet ter zake of hij er over allerlei dingen een compleet andere mening op nahoudt dan jij. Die respecteer je gewoon. Het is immers allemaal tijdelijk. Je bezoek en na afloop kun je gewoon weer terug naar je eigen huis waar jij de lakens uitdeelt en een gast zich op zijn beurt heeft te gedragen zoals jij dat wilt. En waar je mag vinden wat je wilt en gedragen hoe je wenst. Maar wat nou als een gast blijft en blijft en blijft en op een zeker moment permanent in huis komt wonen? Als je bijvoorbeeld met je verloofde gaat samenwonen. Of een miljoen moslims zich vestigt in je land. Heeft diegene die immers met jouw instemming nu ook in jouw huis woont, dan niks te zeggen over de huisregels? Is het niet ook een beetje zijn huis? Je zou denken van wel. Anders moest je maar niet gaan samenwonen of goedkope arbeid uit het buitenland halen. Mensen brengen nou eenmaal zichzelf mee en je zult in onderlinge verdraagzaamheid het gulden midden moeten zien te vinden. Maar wat nou als die verloofde een heks blijkt te zijn die je hele huis volstouwt met porseleinen kikkers en geurkaarsen, jou verbiedt ooit nog bier te gaan drinken met je maten, permanente pikstraf geeft en de hele dag tegen je staat te schreeuwen als een viswijf. Wat doe je dan? Dan maak je het uit en je wijst naar de deur. Of niet soms. Wat ik maar zeggen wil, uiteindelijk blijft het wel jouw huis. Dagboek van de liefdespanter. Nou, dat was een mooie stukje proza, Jan. Dankjewel, Jan. Is de Chinese lente nou aangebroken of had Hongkong een lesje communistische gehoorzaamheid? We schakelen even over naar de NOS-correspondent Marieke de Vries in Hongkong. Hele goede dag, Marieke de Vries, Hongkong. Goedemorgen. Ja. Hoe is het met je, Marieke? Sorry. Met mij gaat het hartstikke goed. We horen net dat je twee uur geslapen hebt. Dat is niet zo lang, hè? Nee, dat is helemaal niet lang. Het zijn sowieso hele korte nachtjes. Want ja, iedere keer is het 's avonds heel erg spannend of de studenten nog mogen blijven of dat er eventueel wordt ingegrepen. Dus wij zijn heel vaak bij ze 's nachts op pad. Ja, en hoe staat het er nu voor? Ik ga zo ook weer naar ze toe. Ze worden nu langzaam wakker. Ik zie ze allemaal weer foto's langzaam tweeten. Ik zie ook gewoon dat het nog heel rustig is. Dat er een live drone die boven het gebied zweeft, daar kan je die beelden op zien. En ze worden eigenlijk weer zoals iedere ochtend rustig wakker, terwijl ze vandaag natuurlijk een behoorlijk ultimatum aan hun broek hadden gekregen van de leider van Hongkong. Namelijk, jullie moeten vandaag, voordat het normale leven weer op gang komt, weg zijn. Want we willen dat de scholen weer op gang komen, we willen dat overheidsfunctionarissen weer aan het werk kunnen gaan. Ze was gevreesd dat ze misschien vannacht de straten schoon zouden spegen. Maar dat is vooralsnog nog niet gebeurd. Ja, dan heb je dus een zekere Benny Tai van Occupy Central. Die zegt, nou oké, dan zullen wij de wegen naar de overheidsgebouwen vrijmaken. Zodat ze geen reden hebben om ons verder weg te knuppelen. Dat lijkt dus te gaan werken een beetje. Ja, dat lijkt een soort tussenweg te zijn geworden. Wat apart is, want de overheid heeft toch behoorlijk van leer getrokken. Ook door te zeggen, we zullen geen enkel middel ongeschuwd laten om jullie weg te krijgen. Maar blijkbaar was een kleine corridor om die 3000 overheidsfunctionarissen naar hun werk te kunnen laten gaan voldoende. Er moeten trouwens ook nog wegen schoongemaakt worden, zodat kinderen weer naar school kunnen. En daar zie ik nog niet enigszins beweging toe. Ik vind het wel een goede naam eigenlijk voor een biefstuk, Jan. Wat, Hongkong? Nee, Benny Tai.
Ja, heel gaaf. Marieke, waarom zijn die Hongkong-Chinezen eigenlijk niet tevreden? Want die hebben natuurlijk toch al bijna volledige autonomie, hè, met dat twee dingen stelsel. Twee systemen in één staatsstelsel. Twee systemen. Ja. Waarom zijn ze nog niet tevreden? Wat willen ze daar nog meer? Benny Tai. Dat is Jan. Ja, dat is Jan. Ja. Ze willen vooral zometeen in 2017 hun nieuwe leider zelf kunnen kiezen. En dat is ze ook beloofd. Hongkong van Engeland naar Chinese handen weer overging. Toen is er gezegd dat in 2017 ze algemeen kiesrecht zouden krijgen. Alleen waren de kleine lettertjes in dat contract niet helemaal ingevoerd. En daar maakt China nu dankbaar gebruik van door te zeggen, het is prima, jullie mogen uit drie kandidaten kiezen. Maar die kandidaten die zijn dan wel door ons geselecteerd en die moeten wel zeer vaderlandslievend zijn en zeer veel van Peking houden en van het systeem. Hey Marieke, hoe groot is de... Zeggen de Hongkongers dus, dat is geen echte vrijheid. Maar hoe groot is de kans dat ze op een gegeven moment denken van ja, nou ben ik het wel zat en dat ze dan geschieten? Die bedoel je precies? De Chinese regering. De Chinese regering. Dat ze zeggen, nou is het mooi geweest op Zouten. Nou, ik denk niet dat ze zo snel zullen gaan schieten op hun eigen mensen. Nou ja, dat hebben ze wel vaker gedaan, toch? Ik denk dat ze misschien nog een keer traangas zullen gebruiken. Maar ik geloof niet dat ze zo makkelijk met scherp zullen schieten. Dat zit er totaal niet in, lijkt mij. Zo grappig, als je bijvoorbeeld dat Benny dan zeg maar over straat loopt. En dan vraagt iemand, kom jij uit Thailand? Nee, ik ben niet Thai. Ja. Hé, hey, Marieke, eet je nog steeds elke dag Chinees? Ja, maar niet hier trouwens. Want er zit totaal geen Chinees in de buurt van waar de demonstraties zijn. Dat is heel apart. We heten Italiaans hier. Oh, ja, want dat is misschien een beetje een stomme vraag. Maar wat eten de Chinezen nou op zondag? Ik bedoel, hebben die dan de afhaal Hollander of zo? Ze hebben wel verschillende soorten Chinezen hier. Wist je dat? Je hebt hier echt 7 verschillende soorten Chinezen. Echt waar? Ja, Cantonese, Sichuan enzovoort, ja. Ik zie vaak niet het verschil tussen de ene Chinees en de andere Chinees, ik heel erg ben. Ja, we doen het wel. Goed, Marieke, kunnen we de resterende tijd misschien nog even volmaken met wat is er in godsnaam aan de hand in Noord-Korea? Is die Kim Jong-un nou dood, ziek of afgezet? Ja, nou, dat vind ik wel apart dat dan op het moment dat hij in een ziekenhuis ligt en naar andere, zijn nummer 2 naar Zuid-Korea gaat om daar nog eens even wel gesprekken te voeren. Onverwacht, hè, niet aangekondigd in verband met die Asian Games, die soort Olympische Aziatische Spelen. Dat dan in het Westen iedereen denkt, het regime stort in, het gaat vallen, dit is het einde en dit is het einde van Kim. Terwijl je kan ook zeggen, misschien komt er iets positiefs uit, hè? Misschien wordt er nu wel een beetje iets geopend, misschien wordt er nu wel wat meer gesproken, misschien komt er wel iets meer toenadering tussen die Noord- en Zuid-Korea's. En hoeft dat regime niet meteen te vallen. Maar als er maar iets op gang komt. Nee, dat was bij de Verenigde Naties. Dat er ook een van. Jaren is geweest. Ja, dat was bij de Verenigde Naties ook een speech van, geloof ik, minister van Buitenlandse Zaken. Die ook iets had van: we kunnen toch ook iets proberen. 1 land, 2 systemen. Grappig genoeg viel die term daar ook. Maar is er nou een zus van Kim aan de macht? Is dat nou, of is dat ook weer niet waar? En ja, die heet Piet. Nee, die heet geen Piet. Die heet anders. Ja. Nee, aan de macht is het veel te groot woord, want de familie Kim is niet echt aan de macht. Hè. Dat zijn natuurlijk echt al die grote hoge omens van de elites, die ook onder meer meneer So, die nu naar Zuid-Korea is afgereisd. Dus zij is nu eventjes, zeg maar, het poppetje naar buiten. Terwijl achter het scherm natuurlijk anderen aan de touwtjes trekken. En bovendien is alweer gezegd dat de jonge Kim, de grote leider, deze week alweer aan het werk zal. Oh, hartstikke mooi. Dan gaat hij natuurlijk weer het veld in en veldinspecties doen. Dus we zullen hem vast wel weer zien. Nou, ontzettend bedankt, Marieke. Heel veel succes. Daar pas ook een beetje op als het de hand loopt. Ja, als het begint te vliegen. En, ni hao. Zij ten. Wat zeg je? Ik weet niet, van klok heel erotisch. Dag, Marieke. Dag, Marieke. Ongelooflijk, zeg. Doe dat eens een keer normaal, man. Ja, goed. Oké. Jongens, de blaadjes vallen, de beesten gaan weer op stal. En wij maken ons op voor een lange barre winter of zoiets dan toch. We gaan vlug naar Gerrit. Oh.
Gerritje! Hoe is het nou weer, poot? Wel goed. Hey Gerrit, we hebben een probleempje met je. Maar het is wel tweeslachtig. Aan de ene kant zijn we gek op je. Mm-hmm. Omdat je doet wat je hebt gedaan. Aan de andere kant zijn we een beetje boos op je. Omdat je nogal veel liegt. Laat maar horen. En dan nu het weerbericht voor de Achterhoek en de Diepers. 1 over half 6. Gerrit, goedemiddag. Goedemiddag, Jeroen. Ja, je hebt een druk radiodagje, want ik heb begrepen dat je vannacht ook nog op Radio 1 bent, hè? Even, toch? Nou, afgelopen nacht niet. Zondagsnacht is het altijd tussen 12 en 2. Dan is er een radioprogramma, dat heet Echte Janne. Okay. En sinds ik met de John Deere heb rondgereden, kom ik ook op Radio 1. Ja. En dat is meestal om 13:15 s'nachts. En dat is een beetje een satirisch programma. Daar gaan we al de mist in. Een satirisch programma. Wat? Het spijt me zeer. Wij zitten hier onze, de bal uit ons broek te werken, ja? Ja, maar nee, maar serieus. Zijn nou een satirisch programma? Een satirisch programma. Dat is toch helemaal lekker, die koekenbakker uit de Achterhoek. Dat hoeven we toch niet te pikken? Ik denk dat wij hier een beetje een satirisch programma zitten te maken. Maar moet je opletten. Gaan we verder. Ja, dat is even met van alles erop en eraan wat er gebeurd is in de afgelopen week. Ja. En nou is het mooie. Van die jongens die zijn nog genomineerd. Poonnieuws is dat... Ja, stop maar. Wij zijn helemaal niet met Poonnieuws genomineerd. Met Echte Janne. Met Echte Janne van Poont. Poonnieuws is dat televisieprogramma. Maar we zijn er nog niet. Ga door. Die zijn genomineerd, Echte Janne, voor de televisierring. Ja, televisiering. Godverdomme, dat is voor de televisie. We zijn genomineerd voor de Gouden Radioring. Ga door. Is het niet voor de radioring eigenlijk? Voor de radioring. Oh ja, toch wel, ja. Dat zeg ik een beetje verkeerd. Ja. En, want die is hier beteest, hè? Tegen die dag in het oosten. Die jongens, maar die hebben nog een laatste zetje nodig. En daarom wil ik even de mensen die op dit moment naar Optimaal FM luisteren... om te vragen of ze ook nog even de stem uit willen brengen. Kijk, op dit doet hij goed. Dit is leuk. Echt heel leuk. Als ze dan... winnen of in ieder geval op uitnodiging naar de uitreiking gaan, dan mag ik in ieder geval als persoon mee. En, dan kan ik... en hier worden we nou boos om. Wat dan? Dat heeft helemaal nooit iemand tegen Gerrit gezegd dat hij mee mag. Nee, maar dat hij dat gewoon zegt om sympathie te kwijt. Ja, maar reet Jan. Nee, dat kan hij wel. Zit gewoon Optimaal FM. Weet je hoeveel mensen daar naar luisteren? 22. 22 mensen denken nu dat Gerrit mee mag. Nou, godverdomme, die uitreiking van die teringring. Is het de teringring? Of de radioring? Radioring. Gerrit. Ja. Wat dacht je? Dat wij niet luisteren naar Optimaal FM. Wij zijn een van de 22, vriend. Mm. Maar wat was dat nou? Van dan mag ik mee? Ja, dat was toch zo? Wie heeft dat beloofd? Of heb ik dat gedroomd? Kabouter dat heb je gedroomd, ja. Kabouter kan ook wel. Die achterhoekers in elkaar. Nee, niemand heeft dat beloofd, Gerrit. We moeten dat toch eens eventjes afluisteren van de vorige keer. Ik zal het nog eens even bekijken. Nee, maar Gerrit, we hebben gezegd dat we je noemen als we winnen. Ja. Je noemen. Dat is heel anders dan mee mogen, hè? Oh, maar is het niet te bedoelen dat je zegt van, we hebben Gerrit Vossens meegenomen, daar zit hij. Nee. Oh, dat dacht ik. Nee, echt. Hé, hey, maar wat weet die man van jou dat jij zo nerveus bent, Gerrit? Je stem trilde helemaal op die opname. Oh, ja, maar dat kan ook wel wezen omdat we hier nog geen glasvezel hebben. Of het is gewoon een beetje dronken was. Maar in ieder geval, bij ons heb je nooit last van zenuwen. Het is zo'n projectie om tegen iedereen te zeggen dat je dronken bent. Jij bent meestal dronken. Niet waar. Het is echt waar, je bent echt vaak dronken. Serieus niet, nee, nooit. Ja, maar het was dus niet goed. Ja, wat ik zeg, het was... Het is onze aparte manier van je bedanken, maar de volgende nee, keer... Nee, het was leuk dat je opriep. Ja. Ook leuk. Ja. Zeker leuk. En je mag niet mee, maar we zullen je wel noemen. Ja, als we winnen. Nou, dan zou ik dat wel even bekendmaken. Ja. Volgende week bij Optimaal FM aan die 22 luisteraars dat het toch anders was. Ja, maar goed, maakt niet uit, Gerrit. Hey Gerrit, ik moet je nog bedanken, want ik vond het heerlijk weer. Ja, alsjeblieft. Ja, het was zeker lekker weer. Ja. Ja, nee, zonder En hoe kwam dat zo lekker weer was? Want het leek een beetje op zomer, Gerrit. Nou, nee, maar in oktober daar hebben we wel vaker van die mooie dagen. Niks aan het handje dus, mooi. Nee, dat is niks. Nee, het is niet zo, niet echt... Nee. Maar die hysterica's van GroenLinks, die denken weer dat de opwarming van de aarde gaande is en dat het nu keiwarm is en dat het helemaal niet normaal is, maar het is eigenlijk gewoon weer normaal. Nou. Ja, nee, maar ze heeft toch gisteren niet geklaagd, want de zondag die was toch maar 13 tot 15 graden, dus dan zal de morgen wel weer een stuk in de krant staan. Ja. Ik vond het gisteren ook een heel erg nat. Het waaide, ik vond het helemaal niks. Beetje kladderig, zeggen we dan hier. Kladderig? Ja, een beetje nat, beetje kladderig. Zeg je dan ook wel zo over mevrouw Vossers? Nou, nee, die klapt niet meer. Nee, die is meer een beetje kladderig. Is dat zo? Ja, ik maak me... Dat is toch niet zo? Dat wat over mevrouw Vos, dat weet je toch wel? Die meer kladderig zijn en ze wat ouder worden. Nou, dat weet je dat niet. Nee. Die wijven die drogen helemaal in, joh. Ja, dat is echt niet normaal, joh. Wat doe je daar dan aan? Nou, niks. Ja, een jong wijf erbij nemen. Oh.
Zin er stond te lachen, joh. Ja, dat had nooit opgekomen. Ja. Heb jij er al een jong wijf bij, Gerrit? Nee, nee. Maar hoe kan dat dan? Is mevrouw voorzitter nog steeds kladderig? Ja, ja, is dat steeds kladderig, ja. Mooi. Wat wordt het weer deze week, Gerrit? Kladderig? Een beetje kladderig. Ja, nou, lekker. Ja. Dat had ik al aankomen. Ja. Kladderig in je broekje, zeggen we dan, wij. Nee, want het wordt toch al wel wat onstuimig. Dat was in het weekend al wel zo, nou, dat het aan de kust wat harder ging waaien. In het binnenland viel het nog wel meer, maar komende dagen trekt de wind nog wel wat aan. Nou, vandaag valt het over het algemeen nog wel meer. Oh. Al zal het in de loop van de dag toch wel wat meer gaan waaien. Maar het wordt nog een redelijke dag met wat zon erbij. En ja, tot de avond blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Maar vanavond en ja, naar morgen toe, naar dinsdag toe, hebben we toch te maken met ja, wat actieve buien die over Nederland trekken. Tussendoor ook wel wat zon erbij. Maar ja, de temperatuur die zal vandaag nog uitkomen op ja, 16 tot 18 graden. Nou. Maar later in de week kunnen we toch weer 20ers verwachten. Ja, als het tegen het weekend maar weer lekker weer is. Ja, hey, Gerrit, dan ook weer droog. Ik stond vanmorgen onder de douche. Ja, dat gebeurt wel eens. En toen dacht ik, die carnavalskraker, ja? / kerstheert, die moeten we maar echt gaan doen. Ja? Maar zou je mee willen helpen eraan? Want ik denk dat we dat met de Janne en Gerrit Vossers moeten doen. De Janne featuring Gerrit Vossers. Ja. Ja, ja, moet dat echt werken. Speel jij ook een instrument, in ieder geval? Ja, nee. Ik kan wel de trommel slaan natuurlijk. Nee, maar ik vind het aardig dat wij dan zeg maar het zingen. Ja. En dat Gerrit er dan tussendoor komt met het weerbericht. Ja. Dat het inderdaad dat er een witte kerst aankomt. Oh ja, boah. Ja, boah. Witte kerst. En dan, nee, want het is dus. Ik zat te denken aan de eerste tekst. Van iets van. Kijk, het is even improviseren. Kom maar, ja? Ik vind het nu al leuk. Ho, want sneeuw zit er niet in. Maar toch, deze kerst. Een witte kerst op je kin. Oh, en dan gaan we. Snap je? Ik heb zo zin in een witte kerst op je kin. Oeh, wauw. Zo'n ziltige kerst. Nee, oké, maar dat is dus geen carnavalshit, van, echt. Maar dan wel op 45 toeren, of niet? Vind je dat niet voor carnavals? Nee, nee, dat is wel mooi. Klouter, hoe gaat een carnavalsplaat? Hoenpapa, hè? Hoenpapa, welk ritme hebben we? Kan je dat... Kabouter, ja. Even het ritme van een carnavalskraker. Kabouter, slaap je om. Kabouter! Een witte kerst op je kin. Weet je waar ik nou zo vreselijk zin in heb? Kut, in een witte kerst op je kin. Mannenpap moet erin. Want, je voelt misschien wat krap, maar jij krijgt mannenpap. Want deze wordt een kerst op witte kerst op je kin. Ja, we zijn er want bijna. Jij hebt vast zin. In de witte kerst op je kin. Ja, mooi. Nou, dankjewel, Kabouter. Dus, maar zei je dan... Goeie tekst. Nee, want je hebt dus vaak met die Nederlandse liedjes... Dan huren ze zo'n achtelijke rapper in. Mm. Wat? Nee, dat is het niet. Nee, dat is niks. Nee, maar dan heb je Lange Frans, dat is die snuivende gek. Of Ali B. Mm. En die gaan er dan tussendoor rappen. Nee, nee, nee. Gaan nou, en wij hebben een broertje dood aan rappen, ja, bij de echte Janne. Nee, nee, zeker weten. Dus, maar ken jij Meatloaf met de Paradise on the Dashboard Light? Ja, ja. En heb je ja, op een gegeven moment die nieuwspreker, die is een beetje hysterisch doorheen geschreeuwen. Ja, nou, ja. Dan wordt dus jouw rol... I'm gonna go all the way tonight, I'm gonna go all the way. Ach, Janne, hou je bek. Dat, je zei, maar, Gerrit, doe eens, Gerrit. Dashboard Light. Doe eens. Nee, wat Kabouter, je? Zoek het even op. Dashboard Light met die nieuws... Kabouter! God, hij is weer aan het maffen. Ja. Nee, ja, niet dat hele plus. Ja, ja, nee, verder... Ja. Godverdomme, doe het lang, Kabouter! Nee, je weet het al, hè, Gerrit? Nee, dan moeten we toch wel... Is het afgelopen? Nou, hij is gewoon voorbij gaan. Maar dus dan wil ik dus dat jij dus over de witte kerst op je kin... Ja. Kijk, de tering, ik denk dat je het helemaal niet haalt, joh. Nee, maar dat Gerrit er dan tussendoor... zegt, ik denk dat deze zomer, op deze kerst, niet gaat sneeuwen. Het zal best eens maar het zal mij niet verbazen dat het een witte kerst wordt op je kin. Ja, het blijft groen. Je hoeft alleen maar de piek op de boom te doen. Het blijft groen. Ook niet heel slecht, hoor. Ja, doe het nu eens. Blijf groen. En hoeft de piek erop te doen. Een witte kerst op je kin. Het blijft groen.
En want daar heb ik zo op de boom te doen. Witte kerst op je kin. Ja, mooi. Wanneer is het carnaval? 11 van 11 begint al, hè? De prinsenverkiezingen. 11 van de 11e? Ja. Oh, dan moeten we even opschieten. Kom uit, even opschieten. En dit deuntje is prima. We moeten alleen... Ja, kerst. Maar carnaval is niet kerst. Kut. Ja, maar als je echt de echte carnaval zit, die komen naar januari. Ja, dat is dus ook niet goed. Nee, maar wit op je kin, dat kunnen we houden. Nee, witte kerst op je kin, dat is juist leuk. Oké. Okay. Ja. Nou. Gaan we over nadenken. Is dat nou eerste of tweede kerstdag? Waar hebben jullie het over dan? De tweede kerstdag? Oh, de eerste kerstdag gewoon eerder. Nee, dan ga je eten met je schoonfamilie en de tweede kerstdag witte kerst... Wat? Ja. Bruisen? Ja. Nee, dat keer het woord niet. Jezus Christus. Ja. Nou, in ieder geval, Gerrit, onwijs bedankt voor... Ja, waarvoor eigenlijk? Nou ja, voor de inspiratie. Voor de inspiratie. Ja, en het aanbevelen, hoe klungelig ook. Ja. Ja. Hey, als we die gozer uit de weg moeten ruimen van, wat was het ervoor, FM? Dat die zo... Optimaal FM. Die zo boos tegen je doet, dan hoor je dat wel, hè? Ja, dan schieten we gewoon... dat doen wij zelf niet, hoor. Dat doen we die bejaarden, met die bugs. Ja. Die homo-hanen. Nou, dag Gerrit! Ja, meneer Van Loon. Goed, dag. Oh, wacht! De weerspreuk. Kut, hebben we hem opgehangen. Nee, toch? Ben je er nog? Tuut. Nee, Gerrit, de weerspreuk. De weerspreuk, ja. Gerrit. Even snel. Ook, snel en goed, kan dat? Ja, heeft misschien wel met de witte kind te maken. Maak de spin in het net een scheur, dan staat de storm voor de deur. Ik ga daar ook helemaal niks over zeggen. Dag Gerrit! Yo, goed gehad. Hoi. Oh, de naneuk. Ja. Ik vond een bijzonder goede uitzending weer. Oude jihadist. Ja, dat sloeg nergens op. Worden wij opeens jihadisten genoemd? Ja, ik vind dat gelul. Hey, thuis, je kan nog steeds op Echte Janne stemmen voor de Radio Ring. Kan op radioring.nl. Tot half drie vandaag. Tot half drie vanmiddag, ja. En dan houdt het op. En we moeten dat ding natuurlijk gewoon winnen. Want dat laat ook zien het failliet van die prijs. Nou nee, maar ja, wie anders, dat zou ik zeggen. Nee, we verdienen het ook wel, maar ik vind het ook wel mooi, hoor. En dan ga ik hem dragen, denk ik. Weten we eigenlijk al wie er volgende week komt? Nee, we denken dat we het weten. Er gaat een gerucht. Laat ik zo zeggen. De kans is bijzonder groot dat volgende week... meneer de Roy van Zuiderwijn hier zit bij de Echte Janne. Edwin de Roy van Zuiderwijn. Komt voor 90% zeker volgende week bij de Echte Janne. Nou, is toch leuk. Hebben we een keer koninklijke... Ah, nee, niet. Dat is hier niet meer. Ja, nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Aangetrouwde koninklijke gast. Nou, en tot volgende week met de Roy... Geen stemmen, hè. Tot half drie. Ja, dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Janne luisteraars. Dat is niet te geloven, maar Renske Leijten, nummer 2 van de SP, heeft zojuist minister Plasterk een aandachtshoen genoemd. Ja, dan krijg je die.